en welkom bij de ochtendshow To Go. Een spannende dag voor onze Oranje Leeuwinnen. Vanmiddag om 3:00 spelen ze de eerste wedstrijd van het WK in het Franse Le Havre tegen Nieuw-Zeeland. We gaan de wedstrijd voorbeschouwen met Eva van Deursen en Jennifer Vreugdehil van Jong Oranje. En we praten met onze verslaggever Hille van Warmerdam in Frankrijk. Eva en Jennifer, gaan we onze eerste tegenstander verslaan? Zeker weten. Kijk, volmondig ja. Zo, nou, jullie zijn echt overtuigd. En Jan-Dino Asparaat en Roy Verveer zijn hier van het Caribbean Combo. Wegens groot succes komen ze eind van de maand samen met Mirth Mossel en Howard Komproe met een extra show in Rotterdam Ahoy. En gaan jullie vanmiddag ook voetbal kijken? Ja. Yes, om 3:00 in een café. Met z'n tweeën. Ja. De grote pinstoring lijkt eindelijk voorbij. Gisteren stroomden duizenden meldingen binnen van mensen die niet konden pinnen. Bij supermarkten ontstonden zo flinke rijen voor de kassa's waar alleen met cash betaald kon worden. In de schoonmaaksector blijkt maar liefst 40% van de werknemers nauwelijks te kunnen lezen of schrijven. Het taalniveau in deze sector is hiermee het laagst. Dat blijkt uit een studie van Stichting Lezen en Schrijven. Voor het eerst dat er onderzoek naar wordt gedaan naar laaggeletterdheid in verschillende beroepsgroepen. Ook in de bouw, industrie, landbouw en keukensector wordt laag gescoord. Daar is tussen de 34% en 40% van de werknemers laag geletterd. En de stichting Strijd tegen kindermisbruik eist dat een handboek voor pedofielen wordt verboden. Op internet is momenteel informatie te vinden met aanwijzingen om kinderen ongezien te misbruiken. Sinds zijn dochter de eerste 3 jaar van haar leven door hun buurman werd misbruikt, doet Marcel Jeniga er alles aan om te voorkomen dat ook andere kinderen slachtoffer worden. Marcel, welke stappen gaat jullie stichting ondernemen? Goedemorgen. Wij als stichting Strijd tegen Misbruik willen stappen ondernemen tegen het 100 pagina's pedo-handboek te verbieden. Wij zijn van plan om aangifte te doen tegen deze handboek. En wij hebben de Kamerleden al benaderd dat we actie onder willen nemen. En waarom moet je actie ondernemen? Want is het eigenlijk sowieso niet strafbaar, dit handboek? Nee, het handboek kun je gewoon via internet gewoon downloaden. En dat is het handboek geeft aan tips en tricks en het verheerlijken hoe je kinderen kunt misbruiken. En dat moet gewoon verboden worden, want het handboek lijkt heel veel op Vereniging Martijn wat wij verboden hebben gekregen. En stappen jullie hier uiteindelijk ook mee naar de rechter? We zijn van plan om aangifte te doen. Ja. En dat gaat zeker bij de rechter komen. Als de kabinet niks onderneemt. Marcel, dankjewel. Heel veel succes ermee. Dankjewel. Vanmiddag is het zover, dan trappen de Oranje Leeuwinnen af voor een eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk. Ze zitten in een pool met Cameroen, Canada en Nieuw-Zeeland. En onze collega Hidde van Warmerdam is in Le Havre. En Hidde, zijn de Leeuwinnen er een beetje klaar voor? Ja, een hele goede morgen. Oh, wij schrikken van onszelf op misschien wel de lelijkste plek van Le Havre, maar dat is niet zo ingewikkeld. Een hele goede morgen. Naast mij, Diana Kuip. En dan wordt alles mooier als we haar in ons buurt hebben. Diana, zijn we er klaar voor, wordt er gevraagd. Ja, meer dan klaar voor. Dat spreek ik uit, joh. Ja, dat is goed. Ja, we zijn er meer dan klaar voor. En ik spreek even namens de Oranje Leeuwinnen. Die hebben een heel lang voortraject gehad. Eerst extreem lang in Zeist. Nu zijn ze hier alweer een week. Er wordt maar getraind, er wordt maar gelachen en voorbesproken. Maar op een gegeven moment is het gewoon klaar. Gisteren in de persconferentie zeiden ze ook echt van, ja, we willen nu echt heel graag beginnen. Dus ja, zeker. En ik moet ook zeggen, gisteren was er een moment dat de meiden mochten kennismaken met het stadion. Want er wordt niet in getraind, maar ze mochten er even aan snuffelen. En daar zag je ook echt de focus op die koppies. En ja, daar was het eindelijk een keertje klaar met dat gelach. Want er werd in het voortraject extreem veel gelachen. Maar hier zag ik echt die focus en een beetje die spanning. En ja, ik zie echt dat die meiden er klaar voor zijn. Ja, er was één moment wat ons wel opviel. Hè? Het leek alsof de keepster een selfie nam. Ja. Maar die was eigenlijk iets anders aan het doen. Ja, we dachten eerst even, wat doet ze nou? Gaat ze nou op dat ene speciale moment even een selfie nemen? Maar ze was aan het kijken waar de zon stond. Want zij staat natuurlijk op doel. 3:00 middags wordt er gespeeld. Ze was aan het kijken van waar staat de zon. Zo gefocust is zij en zo professioneel is zij ook. Dus professionaliteit, jongens. Ja, heel belangrijk. Ja, dat deed ons deugd. Ja. Nee, het wordt echt een schitterende grote zaak, hoor. Ja, allemaal kijken. Hoe worden we wereldkampioen in 15 seconden? Op
rollen. Nee, ja. Kijk, dit is natuurlijk een, dit is een club die we moeten kunnen hebben. Nieuw-Zeeland is een ploeg. Die zijn vooral fysiek heel sterk. Het is vaak al gezegd, maar dat is zo. Het zijn beukers, een beetje rennen en vliegen. Maar Nederland is voetbaltechnisch sterker. Dus dit is gewoon een ploeg die ze zouden moeten kunnen hebben. Dus dit is stap 1. Deze oprollen en dan 1-1. Nou, u hoort het. Zo simpel is het. Oprollen is het codewoord voor het WK. Voetbal is heel makkelijk. Wij zijn wel overigens, Diana en ik, buitengewoon benieuwd hier vanuit Le Havre wat Roué ervan vindt. Roué, doe eens een voorspelling met ons. Oh, ik denk dat Nederland gewoon met 3-0 gaat winnen zoals dat hoort. Ik heb ze zien spelen, ik heb alle vertrouwen. Ik heb me een beetje verdiept door gewoon vaker te kijken. Gisteren heb ik Canada gezien, dat wordt helemaal niks. Nederland gaat die helemaal oprollen. Ik had gisteren gezien, ik had alleen de eerste helft gezien. Canada-Cameroen? Ja, 1-0 en toen net voor de... Rust. Ja. En daarna is het 1-0 gebleven? Het is 1-0 gebleven omdat Canada geen enkel, letterlijk niet één keer maar op de doel heeft geschoten. Maar dat is een kansloze schot. En voor de rest hebben ze niks gecreëerd. Terwijl, Jennifer, ze zijn toch misschien wel de moeilijkste in de pool. Ja, ik denk van de drie anderen, denk ik dat Canada inderdaad het sterkste moet zijn. Maar dat viel gisteren inderdaad heel erg tegen, vond ik zelf ook. Dus alleen maar goed voor Nederland, denk ik. Ja, jij kent de meiden van dichtbij, want je hebt ook wel eens bij de selectie gezeten. Ja. Zijn ze er klaar voor? Ik denk het wel. Ik denk ook wat ze zeggen. Op een gegeven moment is het ook klaar met het voorbereiden en moet het gewoon gaan beginnen. Ja. Ze hebben onwijs veel met elkaar gepraat. Ook nog toen wij allebei zelf nog in het kamp zaten. Onwijs veel dingen gedaan. En ik denk dat ze er inderdaad ook klaar voor zijn. En het moet vanmiddag gaan gebeuren. Ja, en wat zou het fantastisch zijn als de Oranje Leeuwinnen de wereldbeker zouden binnenslepen. En ze net als in 2017 met hun Europese titel het hele land opnieuw op zijn kop gaan zetten. Hoe was het voor jullie om te zien dat de vrouwen zo werden binnengehaald? Ja, voor mij was het heel erg bizar, omdat we dit nog nooit eerder hebben meegemaakt. Dus ze wonnen het EK als totale underdog, denk ik. En ik zelf heb het niet in Nederland meegemaakt, want ik zat toen in Spanje om me bij de club te melden. Maar bizar, ik woon zelf in Valencia en er was een Nederlandse bar. Die zat gewoon vol om naar die meiden te kijken. Dus het was heel leuk. En hoe merk jij dat eigenlijk na dat EK het vrouwenvoetbal nog meer op de kaart is gezet? Ik denk, nou, als we nu bijvoorbeeld kijken naar alle spaaracties die er zijn, hoeveel belangstelling er nu is voor de meiden op het moment. Ja, dat is ongelooflijk. En ik denk dat het EK daar echt een enorme boost aan heeft gegeven. Gaat het nog invloed hebben op hun, dat het zo populair is? Gaat het invloed hebben op hun spel? Ik weet niet of het echt... Het zijn allemaal hele nuchtere meiden, dus of het echt invloed heeft op hun spel, denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze er wel heel goed mee om kunnen gaan. Nederland is natuurlijk Europees kampioen. Oud-wereldkampioen is Amerika. Ja. Jij voetbalt in Amerika. Ja, dat klopt. Hoe goed zijn die dames? Het zijn ontzettend atletische meiden daar. En ook fysieke meiden. Dus je merkt wel een paar verschillen. En mijn ontwikkeling gaat daar goed. Ja. En is het nou een beetje... Er is natuurlijk een discussie gaande over het salaris. Dat zou gelijk moeten zijn met de mannen. Dat is pas in 2023 aan de hand. Wat vinden jullie daarvan? Ik denk ook dat dat een ontzettend goede ontwikkeling is. Je merkt gewoon, er komt meer interesse. Het wordt steeds serieuzer genomen. Dus ik vind het echt heel erg goed. Ja, dus we moeten hetzelfde doen als de man eigenlijk. Ja. Dus. Je traint net zo hard, je doet net zoveel. Ja, precies. We stoppen er denk ik evenveel of misschien soms nog wel meer tijd in dan de mannen. Want wij moeten er ook vaak ik nog... Nee. Omdat we net net hadden een gesprek en toen zei ze nog, het is niet te vergelijken. Alleen nu... Met geld wel. Ja, ik weet het. En is nu... Ik vind het ook. Waarom moet vrouwenvoetbal dan bijna amateur zijn? Bijna, qua salaris. Vergeleken met de heren. Nee, trek het op. En je ziet toch die successen die we boeken. Is goed, toch? Ja. Als je kijkt naar de felheid. Als ik soms vrouwenvoetbal kijk en ik kijk naar de felheid. Vind ik de dames feller
ze vallen en staan meteen op. Ja, als niks, vallen. Niks dus, dus er is weinig drama op het veld, weet je wel. Het is echt beuken. Dus wat dat dan gaat, vind ik dat ze in ieder geval misschien wel meer moeten krijgen. Ik denk dat ze rollen niet. Ze doen geen au, alsof ze doodgaan. Ik denk dat ze zelfs gaan uitschelden. Je bent toch geen man? Stop! Je gedrag als een man. Hup, Ronaldo. Nee, maar ik vind het wel... ik vind het wel moeten kunnen, weet je wel. Maar sowieso is dat een discussie al heel erg breed. Vrouwen moet exact hetzelfde kunnen krijgen als mannen. Maar net even over dat verschil. Want wat is het verschil tussen vrouwenvoetbal en mannenvoetbal? Wat is het voor het verschil dan? Nou, sowieso, de man die is al anders gebouwd dan de vrouw. Dus het is sowieso fysiek. Nee. Ja, echt waar. Oh. Dus sowieso fysiek is het al totaal anders. Mannen zijn inderdaad sneller dan de vrouwen. Ja. Maar waarin is de vrouw bijvoorbeeld vrouwenvoetbal beter, volgens jou? Nou, dat aanstellen vooral. Het aanstellen, oké. Nee. Ja, het is gewoon heel erg anders. En waarin zijn vrouwen beter? Ja, dat durf ik eigenlijk... Technisch gezien qua spel spelen, maar als je zegt je bent dan... Zou een vrouwenteam tegen een mannenteam kunnen spelen? Ze hebben dat volgens mij wel eens gedaan met tennis, hè, voor de grap. Nou, Serena Williams en zo. Ja, ik denk dat echt een volwassen mannenteam niet tegen een volwassen vrouwenteam kan spelen. Ik denk dat de vrouwen die worden dan overlopen qua kracht, qua snelheid. Dus ik denk ook, ja, jullie, de mannen, die schieten ook veel harder dan vrouwen. Ik denk dat jullie zouden winnen. Een potje tegen jullie. Van deze twee dan nog even terug naar jullie. Jullie zitten nu in Jong Oranje. Wanneer hoop je zelf een EK of een WK mee te maken? Volgende EK is 2021. Dus dat zou een heel mooi doel zijn. En het volgende WK is 2023. Dus ja, wie weet. Jennifer, jij hoopte eigenlijk misschien al dat je misschien deze keer al mee mocht. Ja, ik zat er dichtbij. En, ja. De keuze is natuurlijk wel aan de bondscoach. En ik ben het net niet geworden. Dus, maar we gaan door. En inderdaad, wie weet het volgende EK. Ja, maar en je kent haar toch ook, of niet? Ja. Via ADO Den Haag ligt die link dan, toch? Ja, ik was 16 en toen ben ik bij haar terechtgekomen. Ik ben door de club ADO Den Haag gevraagd. En daar ben ik gaan voetballen. En toen is zij 3 jaar lang is mijn coach geweest bij dus ze kent je goed. Ze kent me goed, inderdaad. Dus wie weet. Wie weet. Ja. Dankjewel, meiden. Sandra Eeman heeft er geen goed woord voor over. Ze ging naar de gemeente Venlo voor een nieuw paspoort met een oude pasfoto waarop ze nog haar had. Omdat ze borstkanker heeft en daardoor nu kaal is, wilde ze geen nieuwe foto's laten maken. Maar de oude foto's, die werden geweigerd. Bij de gemeente aangekomen gaf ik mijn pasfoto af aan de ambtenaar. Maar hij vond dat mijn pasfoto niet leek op wie ik was en wilde mij geen paspoort geven. 10 jaar lang word je elke keer als je in je paspoort kijkt weer eraan herinnerd aan een periode in je leven waar je eigenlijk misschien helemaal niet aan terug wil denken. Tja. Zeker omdat zo'n pasfoto natuurlijk ook zo lang in de paspoort blijft zitten. De Boskoopse familie Grootendorst leeft als vikingfamilie. Broederschap, trouw en saamhorigheid staan hoog in het vaandel. Ze doen dit overigens niet dagelijks. Alleen in vakanties zijn ze in het Archeon te bewonderen. Voor mij betekent het heel vrolijk zijn naar anderen. En dat je heel veel familieleden hebt in plaats van een paar. Want je bent met iedereen bevriend en je doet alles. Dit is de tent zoals wij die opzetten en waar wij in slapen en wonen. Bij slecht weer trek je je terug en bij mooi weer ben je buiten en gebruik je het eigenlijk alleen om te slapen. Jan Dino, is wat voor jou in je gezin? Nou, van mijn kinderen wel. Ik niet. Ik heb 1 keer gekampeerd in... Nou, ik deed het op Curaçao wel. Op Curaçao op het strand, maar dat is anders het weer. Ik heb 1 keer hier gekampeerd in Nederland. En het was geen succes? Nee, meteen allergie gekregen. Het was een drama. Ja. Dan naar de 72-jarige Kees van Lid uit Zevenhoven. Hij heeft naast oude kaartjesautomaten ook jassen en kniptangen, maar ook hele bussen in zijn mini-museum staan. 3 ooms die rijden bij... De Nol als chauffeur. Ja. En dan ging ik uit school, ging ik heel vaak mee. En dan ging ik in Woerden of in Leiden, ging ik op het station. Ja, ging de oude scheurkaartjes oprapen. En zo is mijn verzameling begonnen. Ja, dat is een mooie verzameling. Spaart een van jullie iets? Ja. Munten. Ja. Ja. Maar die je nog weer kan inwisselen. Op de bank, ja. En de complete video's zijn natuurlijk te zien in onze app.
Caribbean Combo is een comedy- en cabaretgezelschap met Jandino Asparaat, Murth Mossel, Roué Verveer en Howard Komproe. In 2010 speelden zij hun eerste voorstelling Daar zal je ze hebben. En na een uitverkochte show op zaterdag 29 juni komen de mannen met een extra show op vrijdag 28 juni in Rotterdam Ahoy. Je bent gewoon aan het knabbelen aan een stukje chocolade. Je bent aan het knabbelen. Als je wil, ik heb een lange chocolade voor jou. Sowieso. Echt waar. Sinterklaas is weg, want ik heb een lange letter voor jou. Amor. Want je weet, ze noemen mij ook Piet. Maar ik ben een speciale Piet. Best Piet, jongen. Jongens. Oh, goedemorgen. Ja. Ken je dat als je soms wel eens dingen doet dat je daarna denkt, oh, was ik dronken? Oh, nee. Het is ook te vroeg. Het was ook die periode die mevrouw zat in de rij. Het was echt rond de... Geen verontschuldigen. Nee, maar het was rond de Sinterklaas. Dat is funny, man. En zat chocolade in tijdens de show. Hey, mannen, twee avonden Ahoy. Is dat ook topsport of is het inmiddels gewoon gesneden koek? Doen jullie dat het even? Het is gelukkig nooit gesneden koek. Nee? Het blijft spannend, het blijft leuk, maar dat heb ik elke avond. Ook een avond Belmer Park voor 160 man is elke avond spannend. Jullie beginnen ook elke keer aan een nieuwe wedstrijd, toch? Het is nooit... Ja. Nou, zo beginnen wij elke avond aan een nieuwe show. Ook al heb je hem gisteren gewonnen, vandaag begin je bij nul. Je kan niet zeggen midden in de show, ja, maar gisteren moesten heel hard lachen om deze grap. Elke keer moet weer werken, goed zijn. Ja. Het is elke keer weer... je bent zo goed als je laatste wedstrijd eigenlijk. En je leert wel door de ritme om te gaan met de situatie, maar Ahoy blijft een prachtige zaal om te bedwingen. Het is echt je staat daar als een soort van dirigent en je moet die enorme, je moet die duizenden mensen... Want hoe doe je dat? Want het is zo groot. Hoe maak je dan nog contact met je publiek? Nou, je zorgt dat je gaat niet naar hun toe, maar je maakt het eigenlijk klein en je zorgt dat de mensen naar jou toe komen. Kijk, want als ik heel hard ga schreeuwen en denk ik moet de achterste rij bereiken, zitten 10.000 man daarin, dan wordt het moeilijk. Maar als ik nou gewoon... Eigenlijk gewoon rustig blijven. En dan komt het vanzelf wel naar je toe. Mensen gaan gewoon luisteren. Dus het is eigenlijk heel normaal spelen. Juist heel normaal spelen. En als jullie zouden moeten kiezen, jullie hebben in verschillende zalen gestaan. Ik bedoel, je zegt net heel intiem met 160 man of een Ahoy. Wat doen jullie liever? Ik thuis op de bank. Ja. De vrouw lacht dan wel, zeg maar. Of... Ik zeg altijd, mensen vragen altijd, Roué, maar je hebt Ziggo Dome gedaan, 12.000 man. Met de gauwers. 7.000, Ahoy. 160, maar de kleine zalen zijn toch leuker? Dat zeggen mensen altijd. En dan zeg ik, klopt. Alleen mijn vaste lasten denken er anders om. Nee, maar ze zijn beide even leuk. En wat is moeilijker? Ik denk, 160 man is moeilijker. Ja. Als je 160 man kan, kun je 10.000. Ja, want als er eenmaal, laat me zeggen, de helft van 160 is weinig. Maar de helft van 10.000, als de helft al begint te lachen, dan rolt de hele zaal mee. Ja. Dus zo'n Ahoy, niet dat het makkelijk is, maar een Ahoy is ietsje makkelijker te bedwingen dan zo'n kleine zaal. Het is heel intiem, heel direct. We hebben wel eens woonkamerconcerten gedaan, dus voor 20 man. En dan kijk je gewoon iedereen aan. Ja, dan voel je, maar als dan alleen maar 3 mensen lachen, heb je alleen maar. En je wil ook niet te hard lachen in de woonkamer. Laten we nog even kijken hoe dat dubbelgevouw in de zaal, hoe dat eruit ziet. Goedenavond, hoe heet je? Linda. Linda. Weet je wat Linda betekent in een papier mens? Ik weet ook niet wat dat betekent, maar Linda. Linda, je bent een gelukkige vanavond. Linda, is dit je wederhelft? Dit je wederhelft? Kijk, je wederhelft denkt, hé, jammer. Alleen Linda mag naar voren. Alleen Linda is uit te kiezen. Nee hoor, bam, kom joh, jij bent ook uit te kiezen. Hoe heet je? Randy. Weet je wat Randy betekent? Ik weet ook niet wat Randy betekent. Maar we moeten wel even uitleggen. Dat is niet het enige wat je krijgt. Dit is niet het enige wat je krijgt, hè? Maar dit is improvisatie, toch? Ja. Maar maakt dat ook onderdeel uit van deze show ook weer? Of is alles van tevoren altijd helemaal... Nee. Je kent ons slecht. Wij bereiden alles slecht voor. En maken goede avonden. Ja. Want op de avond wordt het... we bereiden goed voor. Alleen er is altijd ruimte voor improvisatie. Ja, wat we eigenlijk doen is de show heet Mission is Possible. En wij hebben dus met elkaar discussies over allemaal onderwerpen, allemaal thema's. En daartussendoor gaan we, dan konden we elkaar aan, dan gaat de één stand-uppen. En dan hebben we ook nog eens Onji, dus die typetje die je net zag. En dan heb je dan de drie dames, dan speelt Roué een Hindoestaanse dame. Een van de lelijkste Hindoestaanse dames. Ik heb haar gezien, ik vond het wel meevallen. Je kan lelijker. Ja. Maar hij went er niet aan. Nee. Elke keer als ik gesminkt ben, of een pruik,
Dan zie ik hem in zijn typetje. Nee, in zijn typetje dood. Zie ik hem toch kijken en denk ik, dit kan echt niet. Zijn er lelijkere Hindoestaanse vrouwen dan? Nee, dat kan niet. Maar goed, in ieder geval, dus daarin. Dus we hebben allemaal grappen bedacht, maar dan gebeurt er zoveel in de zaal. Dus je neemt het gewoon mee. En dan soms vergeet je gewoon je eigen tekst en je gaat gewoon improviseren. En ik ga soms om hun, dan ga ik helemaal dood. En dan probeer ik gewoon serieus te blijven, want ik moet dan als die typetje moet ik dan dat spel leiden. Maar dat kan niet. En Roué of Murt is helemaal in Howard. En dan komt dan die buik van hem eruit, want er is geen topje die hem past. En dan komt dat buik eruit, nou, en dan schaamt hij zich niet, hè. Oh mijn god, het is echt maar een zooitje. Wat doe je nou als je hebt een goede grap bedacht, maar hij valt niet? Nou, we hebben gelukkig try-outs. En, dus ja, maar dan nog. Je hebt de ervaring is dat je dan namelijk, je blijft gewoon ademen. Het is namelijk, je probeert het. Als je in paniek raakt, dan heb je een probleem. Je blijft gewoon even rustig en dan is het van, oh, dit is niet gelukt. Maar je praat gewoon even verder. Er zit altijd een grap daar. En met z'n vieren nu. Kijk, als je alleen bent, los je het dan op. Met z'n vieren, als eentje een grap doet die niet werkt. Dan gaan we het met z'n drieën oplossen. Meedogenloos of, ik weet niet hoe, maar we lossen het altijd op dat die lach uiteindelijk komt. Ja, jullie hebben al een klein beetje een tipje van de sluier opgelicht. Maar toch even wat beelden over wat je misschien zou kunnen verwachten. Puber is net zo Nederlands als ADHD. ADHD is Nederlands. Ik ben in Suriname opgegroeid. Ik ben nog steeds 3-4 keer per jaar in Suriname. Er is nog nooit één geval van ADHD geconstateerd in Suriname. Dat bestaat daar niet. ADHD is Nederlands. In Suriname zeggen we, hij is druk. Wat gaat de komende show weer voor nieuws brengen? Wat is dan weer anders dan de voorstellingen die jullie hebben gedaan? We hebben een mega decor. We hebben, de decor wordt zo tof. We hebben waanzinnige dansers. Vuurwerkshow hebben we natuurlijk niet kunnen doen zo. We hebben echt geïnvesteerd erin, dus niemand had een dubbeltje over. We stoppen alles erin, dus we zijn toch heel dankbaar dat we toch in Ahoy kunnen staan in deze formatie. En de thema's, kijk, het is de wereld is nu een, ja, je merkt het vanzelf, jullie doen het nieuws elke dag. Het is allemaal hard. Mensen zijn toch best wel naar elkaar toe. En dit is eigenlijk het enige moment waarbij, of niet het enige moment, we proberen een moment te creëren, waarbij we met z'n allen eigenlijk de rest telt niet. Alleen maar met elkaar plezier maken. Dus het is eigenlijk in een show wat wij doen met z'n vieren. We delen het, we delen vriendschap, we delen onze ervaringen. En het wordt, we hebben een try-out al gehad in Amsterdam. Nou, de zaal ging helemaal los. Dat is de eerste try-out. We hebben nog een paar, dus dan. Heb je dan ook echt meer zin in die show die gaat komen? Dat wij kunnen niet wachten. Zeker, kunnen niet wachten. Die lol die we hebben. Nou, het begint, jullie denken dat het leuk is op het podium. Die uren daarvoor, in de kleedkamer of in de foyer of zo. Nou, soms moet ik weglopen van die groep, want anders heb ik gewoon stem mee over. Oké, jongens, ik ga mijn kleedkamer, ik kan niet in deze vibe het podium op. We moeten nog mensen... Dat is dus heel grappig of heel gespannen? Alleen maar grap. Alleen maar grap. Ik denk hoe jullie het net over hadden en beschreven de Leeuwinnen, is dat je met elkaar alleen maar lol maakt. Kijk, het gaat ook nergens over. Hè. Ik bedoel, wij zijn geen levens aan het redden. Nee. Wij hebben gewoon lol met elkaar. Dit mogen we ons werk noemen. Mensen komen, die betalen, kopen een kaartje en we gaan lol maken met elkaar. En als ze ons niet zouden betalen, koop wel een maar dan zouden we het alsnog doen. Laatste vraag, kunnen de mensen nog naartoe naar die extra show? Ja, voor 28 juni zijn er nog kaartjes. Alleen maar via caribbean.com.nl, anders betaal je veel te veel. Er zijn heel veel oplichters daarbij. Caribbean.com.nl kun je kaarten kopen en dan heb je zeker je kaarten. En heb je nooit gehad, kan je ook binnen. Maar dat is via mijn moeder betaal je 10 euro. Niet doen. Veel succes, heren. Dank je wel. Stefan en Jeannette zijn in India, waar net als in Bangladesh wel voldoende water is, maar ook hier blijkt het enorm vervuild. In deze aflevering van Waterlanders gaat het tweetal ook stilstaan bij sanitaire voorzieningen in het land. It cannot go on like this, otherwise it would be disastrous. As a result, the future health of the country will be at stake. So in the middle of the Ganga there are like... There's many bodies. But you just swim there this morning, huh? Yes, swim and I'll also drink it. So for me it's very, very holy. Mother Ganga. Kijk hoe makkelijk. Ja, en in de zesde aflevering van Zoek het Uit gaan de Bucket Boys Joep en Thijs naar een autorecyclingsbedrijf. We gaan auto's lopen. We gaan het platten. Eddie, ga je mee? Dit en meer vandaag op onze site. En dan is het tijd voor het weer. We houden het vandaag opnieuw niet droog. Het blijft regenen en de temperatuur komt niet boven de 18 graden. Een koude douche dus voor onze weerhaan Willem.
En we zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot zo. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow To Go. Een spannende dag voor onze Oranje Leeuwinnen. Vanmiddag om 3:00 spelen ze de eerste wedstrijd van het WK in het Franse Le Havre tegen Nieuw-Zeeland. We gaan de wedstrijd voorbeschouwen met Eva van Deursen en Jennifer Vreugdehil van Jong Oranje. En we praten met onze verslaggever Hille van Warmerdam in Frankrijk. Eva en Jennifer, gaan we onze eerste tegenstander verslaan? Zeker weten. Kijk, volmondig ja. Zo, nou, u zijn echt overtuigd. En Jan-Dino Asparaat en Roy Verveer zijn hier van het Caribbean Combo. Wegens groot succes komen ze eind van de maand samen met Mirth Mossel en Howard Komproe met een extra show in Rotterdam Ahoy. En gaan jullie vanmiddag ook voetbal kijken? Ja. Yes, om 3:00 in een café. Met z'n tweeën. Ja. De grote pinstoring lijkt eindelijk voorbij. Gisteren stroomden duizenden meldingen binnen van mensen die niet konden pinnen. Bij supermarkten ontstonden zo flinke rijen voor de kassa's waar alleen met cash betaald kon worden. In de schoonmaaksector blijkt maar liefst 40% van de werknemers nauwelijks te kunnen lezen of schrijven. Het taalniveau in deze sector is hiermee het laagst. Dat blijkt uit een studie van Stichting Lezen en Schrijven. Voor het eerst dat er onderzoek naar wordt gedaan naar laaggeletterdheid in verschillende beroepsgroepen. Ook in de bouw, industrie, landbouw en keukensector wordt laag gescoord. Daar is tussen de 34% en 40% van de werknemers laag geletterd. En de stichting Strijd tegen kindermisbruik eist dat een handboek voor pedofielen wordt verboden. Op internet is momenteel informatie te vinden met aanwijzingen om kinderen ongezien te misbruiken. Sinds zijn dochter de eerste 3 jaar van haar leven door hun buurman werd misbruikt, doet Marcel Jeniga er alles aan om te voorkomen dat ook andere kinderen slachtoffer worden. Marcel, welke stappen gaat jullie stichting ondernemen? Goedemorgen. Wij als stichting Strijd tegen Misbruik willen stappen ondernemen tegen het 100 pagina's pedo-handboek te verbieden. Wij zijn van plan om aangifte te doen tegen deze handboek. En wij hebben de Kamerleden al benaderd dat we actie onder willen nemen. En waarom moet je actie ondernemen? Want is het eigenlijk sowieso niet strafbaar, dit handboek? Nee, het handboek kun je gewoon via internet gewoon downloaden. En dat is, het handboek geeft aan tips en tricks en het verheerlijken hoe je kinderen kunt misbruiken. En dat moet gewoon verboden worden. Want het handboek lijkt heel veel op Vereniging Martijn, wat wij verboden hebben gekregen. En stappen jullie hier uiteindelijk ook mee naar de rechter? We zijn van plan om aangifte te doen. Ja. En dat gaat zeker bij de rechter komen. Als de kabinet niks onderneemt. Marcel, dankjewel. Heel veel succes ermee. Dankjewel. Vanmiddag is het zover, dan trappen de Oranje Leeuwinnen af voor een eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk. Ze zitten in een pool met Cameroen, Canada en Nieuw-Zeeland. En onze collega Hidde van Warmerdam is in Le Havre. En Hidde, zijn de Leeuwinnen er een beetje klaar voor? Ja, een hele goede morgen. Oh, wij schrikken van onszelf op misschien wel de lelijkste plek van Le Havre, maar dat is niet zo ingewikkeld. Een hele goede morgen. Naast mij, Diana Kuip. En dan wordt alles mooier als we haar in ons buurt hebben. Diana, zijn we er klaar voor, wordt er gevraagd. Ja, meer dan klaar voor. Dat strek ik uit, joh. Ja, dat is goed. Ja, we zijn er meer dan klaar voor. En ik spreek even namens de Oranje Leeuwinnen. Die hebben een heel lang voortraject gehad. Eerst extreem lang in Zeist. Nu zijn ze hier alweer een week. Er wordt maar getraind, er wordt maar gelachen en voorbesproken. Maar op een gegeven moment is het gewoon klaar. Gisteren in de persconferentie zeiden ze ook echt van, ja, we willen nu echt heel graag beginnen. Dus ja, zeker. En ik moet ook zeggen, gisteren was er een moment dat de meiden mochten kennismaken met het stadion. Want er wordt niet in getraind, maar ze mochten er even aan snuffelen. En daar zag je ook echt de focus op die koppies. En ja, daar was het eindelijk een keertje klaar met dat gelach. Want er werd in het voortraject extreem veel gelachen. Maar hier zag ik echt die focus en een beetje die spanning. En ja, ik zie echt dat die meiden er klaar voor zijn.
Ja, er was één moment wat ons wel opviel. Hè? Het leek alsof de kiepster een selfie nam. Ja. Maar die was eigenlijk iets anders aan het doen. Ja, we dachten eerst even, wat doet ze nou? Gaat ze nou op dat ene speciale moment even een selfie nemen? Maar ze was aan het kijken waar de zon stond. Want zij staat natuurlijk op doel. Wordt 3:00 PM wordt er gespeeld. Ze was aan het kijken van waar staat de zon. Zo gefocust is zij en zo professioneel is zij ook. Dus professionaliteit, dat, jongens. Ja, heel professionaliteit. Ja, dat deed ons deugd. Ja. Nee, het wordt echt een schitterende grote zaak, hoor je. Ja, allemaal kijken. Hoe worden we wereldkampioen in 15 seconden? Oprollen. Nee, ja. Kijk, dit is natuurlijk een club die we moeten kunnen hebben. Nieuw-Zeeland is een ploeg. Die zijn vooral fysiek heel sterk. Het is vaak al gezegd, maar dat is zo. Het zijn beukers, een beetje rennen en vliegen. Maar Nederland is voetbaltechnisch sterker. Dus dit is gewoon een ploeg die ze zouden moeten kunnen hebben. Dus dit is stap 1. Deze oprollen en dan 1-1. Nou, u hoort het. Zo simpel is het. Oprollen is het codewoord voor het WK voetbal. Is heel makkelijk. Wij zijn wel overigens, Diana en ik, buitengewoon benieuwd hier vanuit Le Havre wat Roué ervan vindt. Roué, doe eens een voorspelling met ons. Oh, ik denk dat Nederland gewoon met 3-0 gaat winnen zoals dat hoort. Ik heb ze zien spelen, ik heb alle vertrouwen. Ik heb me een beetje verdiept door gewoon vaker te kijken. Gisteren heb ik Canada gezien, dat wordt helemaal niks. Nederland gaat die helemaal oprollen. ik had gisteren gezien, ik had alleen de eerste helft gezien. Canada-Cameroen? Ja, 1-0. En toen net voor de... Rust. Ja. En daarna is het 1-0 gebleven? Het is 1-0 gebleven omdat Canada geen enkel, letterlijk niet één keer maar op de doel heeft geschoten. Maar dat is een kansloze schot. En verder hebben ze niks gecreëerd. Terwijl, Jennifer, ze zijn toch misschien wel de moeilijkste in de pool. Ja, ik denk van de drie anderen, denk ik dat Canada inderdaad het sterkste moet zijn. Maar dat viel gisteren inderdaad heel erg tegen, vond ik zelf ook. Dus alleen maar goed voor Nederland, denk ik. Ja, jij kent de meiden van dichtbij, want je hebt ook wel eens bij de selectie gezeten. Ja. Zijn ze er klaar voor? Ik denk het wel. Ik denk ook wat ze zeggen. Op een gegeven moment is het ook klaar met het voorbereiden. En moet het gewoon gaan beginnen. Ja. Ze hebben onwijs veel met elkaar gepraat. Ook nog toen wij allebei zelf nog in het kamp zaten. Onwijs veel dingen gedaan. En ik denk dat ze er inderdaad ook klaar voor zijn. En het moet vanmiddag gaan gebeuren. Ja, en wat zou het fantastisch zijn als de Oranje Leeuwinnen de wereldbeker zouden binnenslepen. En ze net als in 2017 met hun Europese titel het hele land opnieuw op zijn kop gaan zetten. Hoe was het voor jullie om te zien dat de vrouwen zo werden binnengehaald? Ja, voor mij was het heel erg bizar, omdat we dit nog nooit eerder hebben meegemaakt. Dus ze wonnen het EK als totale underdog, denk ik. En ik zelf heb het niet in Nederland meegemaakt, want ik zat toen in Spanje om me bij de club te melden. Maar bizar, ik woon zelf in Valencia en er was een Nederlandse bar. Die zat gewoon vol om naar die meiden te kijken. Dus het was heel leuk. En hoe merk jij dat eigenlijk na dat EK het vrouwenvoetbal nog meer op de kaart is gezet? Ik denk, nou, als we nu bijvoorbeeld kijken naar alle spaaracties die er zijn, hoeveel belangstelling er nu is voor de meiden op het moment. Ja, dat is ongelooflijk. En ik denk dat het EK daar echt een enorme boost aan heeft gegeven. Gaat het nog invloed hebben op hun, dat het zo populair is? Gaat het invloed hebben op hun spel? Ik weet niet of het echt... Het zijn allemaal hele nuchtere meiden, dus of het echt invloed heeft op hun spel, denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze er wel heel goed mee om kunnen gaan. Nederland is natuurlijk Europees kampioen. Oud-wereldkampioen is Amerika. Ja. Jij voetbalt in Amerika. Ja, dat klopt. Hoe goed zijn die dames? Het zijn ontzettend atletische meiden daar. En ook fysieke meiden. Dus je merkt wel een paar verschillen. En mijn ontwikkeling gaat daar goed. Ja. En is het nou een beetje... Er is natuurlijk een discussie gaande over het salaris. Dat zou gelijk moeten zijn met de mannen. Dat is pas in 2023 aan de hand. Wat vinden jullie daarvan? Ik denk ook dat dat een ontzettend goede ontwikkeling is. Je merkt gewoon, er komt meer interesse. Het wordt steeds serieuzer genomen. Dus ik vind het echt heel erg goed. Ja, dus we moeten hetzelfde doen als de man eigenlijk. Dus. Ja. Je traint net zo hard, je doet net zoveel. Ja, we stoppen er denk ik evenveel of misschien soms nog wel meer tijd in dan de mannen. Want wij moeten er ook vaak ik nog... Ik zie Nee. Omdat we net net hadden een gesprek en toen zei ze nog, het is niet te vergelijken. Alleen nu... Met geld wel. Ja, ik weet het. Nee, maar ik vind het ook. Ik vind het ook, waarom moeten vrouwenvoetbal dan
bijna amateur zijn, bijna, qua salaris, vergeleken met de heren. Nee, trek het op en je ziet toch die successen die we boeken. Is goed, toch? Ja. Als je kijkt naar de felheid, als ik soms de vrouwenvoetbal kijk en ik kijk naar de felheid, vind ik de dames feller. Ze vallen en staan meteen op. Ja, als niks, ze eraf vallen. Niks dus er is weinig drama op het veld, weet je wel. Het is echt beuken. Dus wat dat er gaat, vind ik dat ze in ieder geval misschien wel meer moeten krijgen. Ik denk dat ze rollen niet. Ze doen geen au, alsof ze doodgaan. Ik denk dat ze zelfs gaan uitschelden. Je bent toch geen man? Stop! Gedrag als een man. Hup, Ronaldo. Nee, maar ik vind het wel... ik vind het wel moeten kunnen, weet je wel. Dat gewoon, maar sowieso is dat een discussie al heel erg breed. Vrouwen moeten exact hetzelfde kunnen krijgen als mannen. Maar net even over dat verschil. Want wat is het verschil tussen vrouwenvoetbal en mannenvoetbal? Wat is het voor het verschil dan? Nou, sowieso, de man die is al anders gebouwd dan de vrouw. Dus het is sowieso niet fysiek. Nee. Ja, echt waar. Oh. Dus sowieso fysiek is het al totaal anders. Mannen zijn inderdaad sneller dan de vrouwen. Ja. Maar waarin is de vrouw bijvoorbeeld vrouwenvoetbal beter volgens jou? Nou, dat aanstellen vooral. Dat aanstellen, oké. Okay. Nee. Ja, het is gewoon heel erg anders. En waarin zijn vrouwen beter? Ja, dat durf ik eigenlijk... Technisch gezien qua spel spelen, maar als je zegt je bent dan... Zou een vrouwenteam tegen een mannenteam kunnen spelen? Ze hebben dat volgens mij wel eens gedaan met tennis, hè, voor de grap. Nou, Serena Williams en zo. Ja, ik denk dat echt een volwassen mannenteam niet tegen een volwassen vrouwenteam kan spelen. Ik denk dat de vrouwen die worden dan overlopen qua kracht, qua snelheid. Dus ik denk ook, ja, jullie, de mannen, die schieten ook veel harder dan vrouwen. Ik denk dat jullie zouden winnen. Potje tegen Ajax. Van deze twee Dan nog even terug naar jullie. Jullie zitten nu in Jong Oranje. Wanneer hoop je zelf een EK of een WK mee te maken? Volgende EK is 2021. Dus dat zou een heel mooi doel zijn. En het volgende WK is 2023. Dus ja, wie weet. Jennifer, jij hoopte eigenlijk misschien al dat je misschien deze keer al mee mocht. Ja, ik zat er dichtbij. En, de keuze is natuurlijk wel aan de bondscoach. En ik ben het net niet geworden. Dus, maar we gaan door. En inderdaad, wie weet het volgende EK. Ja, maar en je kent haar toch ook, of niet? Via ADO Den Haag ligt die link dan, toch? Ja, ik was 16 en toen ben ik bij haar terechtgekomen. Ik ben door de club ADO Den Haag gevraagd. En daar ben ik gaan voetballen. En toen is zij 3 jaar lang is mijn coach geweest bij ADO. Dus ze kent je goed? Ze kent me goed, inderdaad. Dus wie weet. Wie weet. Ja. Dankjewel, meiden. Sandra Eeman heeft er geen goed woord voor over. Ze ging naar de gemeente Venlo voor een nieuw paspoort met een oude pasfoto waarop ze nog haar had. Omdat ze borstkanker heeft en daardoor nu kaal is, wilde ze geen nieuwe foto's laten maken. Maar de oude foto's, die werden geweigerd. Bij de gemeente aangekomen gaf ik mijn pasfoto af aan de ambtenaar. Maar hij vond dat mijn pasfoto niet leek op wie ik was en wilde mij geen paspoort geven. 10 jaar lang word je elke keer als je in je paspoort kijkt weer eraan herinnerd aan een periode in je leven waar je eigenlijk misschien helemaal niet aan terug wil denken. Tja. Zeker omdat zo'n pasfoto natuurlijk ook zo lang ja, in de paspoort absoluut blijft zitten. De Boskoopse familie Grotendorst leeft als vikingfamilie. Broederschap, trouw en saamhorigheid staan hoog in het vaandel. Ze doen dit overigens niet dagelijks. Alleen in vakanties zijn ze in het Archeon te bewonderen. Voor mij betekent het heel vrolijk zijn naar anderen. En dat je heel veel familieleden hebt in plaats van een paar. Want je bent met iedereen bevriend en je doet alles. Dit is de tent zoals wij die opzetten en waar wij in slapen en wonen. Bij slecht weer trek je je terug en bij mooi weer ben je buiten en gebruik je het eigenlijk alleen om te slapen. Jan Dino, is wat voor jou in je gezin? Nou, voor mijn kinderen wel. Ik niet. Ik heb 1 keer gekampeerd in... Nee, ik deed het op Curaçao wel. Op Curaçao op het strand, maar dat is anders het weer. Ik heb 1 keer hier gekampeerd in Nederland. En het was geen succes? Nee, meteen allergie gekregen. Het was een drama. Ja. Dan naar de 72-jarige Kees van Lid uit Zevenhoven. Hij heeft naast oude kaartjesautomaten ook jassen en kniptangen, maar ook hele bussen in zijn mini-museum staan. 3 ooms die rijden bij de Nol als chauffeur. Ja. En dan ging ik uit school, ging ik heel vaak mee. En dan ging ik in Woerden of in Leiden, ging ik op het station. Ja, ging de oude scheurkaartjes oprapen. En zo is mijn verzameling begonnen.
Ja, dat is een mooie verzameling. Spaart een van jullie iets? Ja. Munten. Ja. Maar die je nog weer kan inwisselen. Op de bank. Ja. En de complete video's zijn natuurlijk te zien in onze app. Caribbean Combo is een comedy- en cabaretgezelschap met Jandino Asparaat, Mirth Mossel, Roué Verveer en Howard Komproe. In 2010 speelden zij hun eerste voorstelling Daar zal je ze hebben. En na een uitverkochte show op zaterdag 29 juni komen de mannen met een extra show op vrijdag 28 juni in Rotterdam Ahoy. Je bent gewoon aan het knabbelen aan een stukje chocolade. Je bent aan het knabbelen. Als je wil, ik heb een lange chocolade voor jou. Sowieso. Echt waar. Sinterklaas is weg, want ik heb een lange letter voor jou. Oh, want je weet, ze noemen mij ook Piet. Maar ik ben die speciale Piet. Best Piet, jongen. Goedemorgen. Ja. Ken je dat als je soms wel eens dingen doet dat je daarna denkt, oh, was ik dronken? Oh, nee. Het is ook te vroeg. Het was ook die periode, die mevrouw zat in de rij. Het was echt rond de... Geen verontschuldiging. Nee, maar het was rond de Sinterklaas. Dat is funny, man. En zat chocolade in tijdens de show. Hey, mannen, twee avonden Ahoy. Is dat ook topsport of is het inmiddels gewoon gesneden koek? Doen jullie dat het even? Het is gelukkig nooit gesneden koek. Het blijft spannend, het blijft leuk, maar dat heb ik elke avond. Ook een avond Belmer Park voor 160 man is elke avond spannend. Jullie beginnen ook elke keer aan een nieuwe wedstrijd, toch? Het is nooit... Yeah. Nou, zo beginnen wij elke avond aan een nieuwe show. Ook al heb je hem gisteren gewonnen, vandaag begin je bij nul. Je kan niet zeggen midden in de show, ja, maar gisteren moesten heel hard lachen om deze grap. Elke keer moet weer werken, goed zijn. Ja. Het is elke keer weer... Je bent zo goed als je laatste wedstrijd eigenlijk. En je leert wel door de ritme om te gaan met de situatie, maar... Ahoy blijft een prachtige zaal om te bedwingen. Het is echt je staat daar alsof een dirigent en je moet die duizenden mensen... Want hoe doe je dat? Want het is zo groot. Hoe maak je dan nog contact met je publiek? Nou, je gaat niet naar hun toe, maar je maakt het eigenlijk klein en je zorgt dat de mensen naar jou toe komen. Kijk, want als ik heel hard ga schreeuwen en denk ik moet de achterste rij bereiken, er zitten 10.000 man daarin, dan wordt het moeilijk. Maar als ik nou gewoon... Eigenlijk gewoon rustig blijven. En dan komt het vanzelf wel naar je toe. Mensen gaan gewoon luisteren. Dus het is eigenlijk heel normaal spelen. Juist heel normaal spelen. En als jullie zouden moeten kiezen... Jullie hebben in verschillende zalen gestaan. Ik bedoel, je zegt net heel intiem met 160 man. Of een Ahoy. Wat doen jullie liever? Ik thuis op de bank. Ja. De vrouw lacht dan wel, zeg maar. Of... Ik zeg altijd, mensen vragen altijd... Roué, maar je hebt Ziggo Dome gedaan. 12.000 man. Met de gabbers. 7.000, Ahoy. 160, maar de kleine zalen zijn toch leuker? Dat zeggen mensen altijd. En dan zeg ik, klopt. Alleen mijn vaste lasten denken er anders over. Maar zijn beide even leuk. En wat is moeilijker? Ik denk, 160 man is moeilijker. Ja. Als je 160 man kan, kun je 10.000. Ja, want als er eenmaal, laat me zeggen, de helft van 160 is weinig. Maar de helft van 10.000, als de helft al begint te lachen, dan rolt de hele zaal mee. Ja. Dus zo'n Ahoy, niet dat het makkelijk is, maar een Ahoy is ietsje makkelijker te bedwingen dan zo'n kleine zaal. Het is heel intiem, heel direct. We hebben wel eens woonkamerconcerten gedaan, dus voor 20 man. En dan kijk je gewoon iedereen aan. Ja, dan voel je, maar als dan alleen maar 3 mensen lachen, heb je probleem, man. Ja. En je wil ook niet te hard lachen in de Laten we nog even kijken hoe dat dubbelgevouwen in de zaal, hoe dat eruit ziet. Goedenavond, hoe heet je? Linda. Linda. Weet je wat Linda betekent in een papier mens? Ik weet ook niet wat dat betekent, maar Linda. Linda, je bent nog gelukkig op een avond. Linda, is dit je weder helft? Dit je weder helft? Kijk, je weder helft denkt, hé, jammer. Alleen Linda mag naar voren. Alleen Linda is uitgekies. Nee hoor, bam, kom je, jij bent ook uitgekies. Hoe heet je? Randy. Randy. Weet je wat Randy betekent? Ik weet ook niet wat Randy betekent. Maar ik moet even uitleggen. Dat is niet het enige wat je krijgt. Dit is niet het enige wat je krijgt. Maar dit is improvisatie, toch? Ja. Maar maakt dat ook onderdeel uit van deze show ook weer? Of is alles van tevoren altijd helemaal... Nee. Je kent ons slecht. Wij bereiden alles slecht voor. En maken goede avonden. Ja. Want op de avond wordt het... we bereiden we goed voor. Alleen er is altijd ruimte voor improvisatie. Ja, wat we eigenlijk doen is de show heet Mission is Possible. En wij hebben dus met elkaar discussies over allemaal onderwerpen, allemaal thema's. En daartussendoor konden we elkaar aan en gaat de één stand-uppen. En dan hebben we ook nog eens Onji, dus die typetje die je net zag. En dan heb je dan de drie dames. Dan speelt Roué
een Hindoestaanse dame. Een van de lelijkste Hindoestaanse dames. Ik heb haar gezien. Ik vond het wel meevallen. Je kan lelijker. Ja. Maar hij went er niet aan. Nee. Elke keer als ik gesminkt ben, of een pruik, dan zie ik hem in zijn typetje. Zie ik hem toch kijken en denk ik, dit kan echt niet. Zijn er lelijkere Hindoestaanse vrouwen dan? Nee, dat kan niet. Maar goed, in ieder geval, dus daarin, dus we hebben allemaal grappen al bedacht, maar dan gebeurt er zoveel in de zaal, dus je neemt het gewoon mee. En dan soms vergeet je gewoon je eigen tekst en je gaat gewoon improviseren. En ik ga soms om hun, dan ga ik helemaal dood. En dan probeer ik gewoon serieus te blijven, want ik moet dan als die typetje moet ik dan het spel leiden, maar dat kan niet. En Roué of Murt is helemaal in Howard, en dan komt dan die buik van hem eruit, want er is geen topje die hem past. En dan komt dat buik eruit, nou, en dan schaamt hij zich niet, hè. Oh mijn god, het is echt maar een zooitje. Wat doe je nou als je hebt een goede grap bedacht, maar hij valt niet. Nou, we hebben gelukkig try-out. Dan nog? Ja, nee, maar je hebt de ervaring is dat je dan namelijk, je blijft gewoon ademen. Het is namelijk, je probeert het. Als je in paniek raakt, dan heb je een probleem. Je blijft gewoon even rustig en dan is het van, oh, dit is niet gelukt. Maar je praat gewoon even verder. Er zit altijd een grap daar. En met z'n vieren nu. Kijk, als je alleen bent, los je het al op. Met z'n vieren, als eentje een grap doet die niet werkt. Dan gaan we het met z'n drieën oplossen. Meedogenloos of, ik weet niet hoe, maar we lossen het altijd op dat die lach uiteindelijk komt. Ja, jullie hebben al een klein beetje een tipje van de sluier opgelicht. Maar toch even wat beelden over wat je misschien zou kunnen verwachten. Puber is net zo Nederlands als ADHD. ADHD is Nederlands. Ik ben in Suriname opgegroeid. Ik ben nog steeds 3-4 per keer per jaar in Suriname. Er is nog nooit één geval van ADHD geconstateerd in Suriname. Dat bestaat daar niet. ADHD is Nederlands. In Suriname zeggen we, het is druk. Wat gaat de komende show weer voor nieuws brengen? Wat is dan weer anders dan de voorstellingen die jullie hebben gedaan? We hebben een mega decor. Het decor wordt zo tof. We hebben waanzinnige dansers. Vuurwerkshow hebben we natuurlijk niet kunnen doen zo. We hebben echt geïnvesteerd erin. Dus niemand had een dubbeltje over. We stoppen alles erin. Dus we zijn toch heel dankbaar dat we toch in Ahoy kunnen staan in deze formatie. En de thema's. Kijk, het is de wereld is nu een. Ja, je merkt het vanzelf. Jullie doen het nieuws elke dag. Het is allemaal hard. Mensen zijn toch best wel naar elkaar toe. En dit is eigenlijk het enige moment waarbij. Of niet het enige moment. We proberen een moment te creëren. Waarbij we met z'n allen eigenlijk de rest telt niet. Alleen maar met elkaar plezier maken. Dus het is eigenlijk een show wat wij doen met z'n vieren. We delen het, we delen vriendschap, we delen onze ervaringen. En het wordt, we hebben een try-out al gehad in Amsterdam. Nou, de zaal ging helemaal los. En dat is de eerste try-out. We hebben nog een paar, dus dan. Heb je dan ook echt meer zin in die show die gaat komen? Wij kunnen niet wachten. Die lol die we hebben. Nou, het begint, jullie denken dat het leuk is op het podium. Die uren daarvoor in de kleedkamer of in de foyer of zo. Nou, soms moet ik weglopen van die groep, want anders heb ik gewoon stem mee over. Oké, jongens, ik ga in mijn kleedkamer. Ik kan niet in deze fight het podium op. We moeten nog mensen... Dat is dus heel grappig of heel gespannen? Alleen maar grap. Alleen maar grap. Ik denk hoe jullie het net over hadden en beschreven de Leeuwinnen, is dat je met elkaar alleen maar lol maakt. Kijk, het gaat ook nergens over. Hè. Ik bedoel, wij zijn geen levens aan het redden. Nee. Wij hebben gewoon lol met elkaar. Dit mogen we ons werk noemen. Mensen komen, die betalen, kopen een kaartje en we gaan lol maken met elkaar. En als ze ons niet zouden betalen, koop wel een kaartje. Maar dan zouden we het alsnog doen. Laatste vraag, kunnen de mensen nog naartoe naar die extra show? Ja, van 28 juni zijn er nog kaartjes. Alleen maar via caribbeancom.nl, anders betaal je veel te veel. Er zijn heel veel oplichters daarbij. Caribbeancom.nl kun je kaarten kopen en dan heb je zeker je kaarten. En via de nooit gehad kan je ook binnen, maar dat is via mijn moeder betaal je 10 euro. Niet doen. Veel succes, heren. Dankjewel. Stefan en Jeanette zijn in India, waar net als in Bangladesh wel voldoende water is, maar ook hier blijkt het enorm vervuild. In deze aflevering van Waterlanders gaat het tweetal ook stilstaan bij sanitaire voorzieningen in het land. It cannot go on like this, otherwise it would be disastrous. As a result, the future health of the country will be at stake. So in the middle of the Ganga there are like there's many body. But you just swim there this morning, huh? Yes, swim and I'll also drink it. So for me it's very, very holy. Mother Ganga. Klinkt ook makkelijk. Ja, en in de zesde aflevering van Zoek het Uit gaan de Bucket Boys Joep en Thijs naar een auto-recyclingsbedrijf. We gaan auto's lopen.
pletten. Eddie, ga je mee? Dit en meer vandaag op onze site. En dan is het tijd voor het weer. We houden het vandaag opnieuw niet droog. Het blijft regenen en de temperatuur komt niet boven de 18 graden. Een koude douche dus voor onze weerhaan Willem. En we zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot zo. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. Een spannende dag voor onze oranje leeuwinnen. Vanmiddag om 3:00 spelen ze de eerste wedstrijd van het WK in het Franse Le Havre tegen Nieuw-Zeeland. We gaan de wedstrijd voorbeschouwen met Eva van Deurzen en Jennifer Vreugdeheel van Jong Oranje. En we praten met onze verslaggever Hidde van Warmerdam in Frankrijk. Wat denken jullie? Wat wordt de winst voor vanavond? Nederland pakt de winst. Ja? En hebben we al een inschatting met hoeveel? Ik denk wel 3-4-0 hoor. 3-4-0, ja, schrijven we op. Ja. En Jandino Asparate en Roué Verveer zijn bij ons in de studio van het Caribbean Combo. Wegens groot succes komen ze eind van de maand samen met Murt Mossel en Howard Komproe. Dat kwam een moeilijkheid, hè? Ja. Met een extra show in Rotterdam Ahoy. Heren, vrouwenvoetbal of herenvoetbal? Vrouwenvoetbal. Ja? Ja, zeker. Weet je, ik ben Feyenoord, dat weet iedereen. Maar ik heb vorige keer... Dan snap ik dat je wel vrouwenvoetbal bent. Nee. Ik zei het niet al deze keer. We hebben geen vrouwenvoetbal. Maar ik heb vorige keer beelden gezien van Ajax-dames. Maar waar ze waren niet eens aan het voetballen. Ze stonden op het veld en iemand liep langs de achterkant. Dacht ik, het is toch wel goed. Wat goed in de Amsterdam. Het is toch wel een paar goede dingen. Wat gaat er boek in? Ik moet het zeggen dit. Hij maakt niet uit. Het bleef ook even net te lang stil. Mag je dat niet zeggen? Ik kan niet hoor. Ja, mag niet? Nou ja, ik vond ze heel professioneel gebouwd. Goed, de grote pinstoring lijkt eindelijk voorbij. Gisteren stroomden duizenden meldingen binnen van mensen die niet konden pinnen. Bij supermarkten ontstonden flinke rijen voor de kassa's waar alleen met cash betaald kon worden. En de stichting Strijd tegen Kindermisbruik eist dat een handboek voor pedofielen wordt verboden. Op internet is momenteel informatie te vinden met aanwijzingen om kinderen ongezien te misbruiken. Sinds zijn dochter de eerste 3 jaar van haar leven door hun buurman werd misbruikt, doet Marcel Jeninga er alles aan om te voorkomen dat ook andere kinderen slachtoffer worden. Eerder vanmorgen vroegen we aan hem welke stappen de stichting gaat nemen. Wij als stichting Strijd tegen Misbruik willen stappen ondernemen tegen het 100 pagina's pedo-handboek te verbieden. Wij zijn van plan om aangifte te doen tegen deze handboek. En wij hebben de Kamerleden al benaderd dat we actie onder willen nemen. En waarom moet je actie ondernemen? Want is het eigenlijk sowieso niet strafbaar, dit handboek? Nee, het handboek... gewoon via internet gewoon downloaden en dat is het handboek geeft aan tips en tricks en het verheerlijken hoe je kinderen kunt misbruiken en dat moet gewoon verboden worden, want het handboek lijkt heel veel op vereniging Martijn wat wij verboden hebben gekregen. En stappen jullie hier uiteindelijk ook mee naar de rechter? We zijn van plan om aangifte te doen. Ja. En dat gaat zeker bij de rechter komen. Als de kabinet niks onderneemt. Vanmiddag is het zover. Dan trappen de Oranje Leeuwinnen af voor een eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk. Ze zitten in een pool met Cameroen, Canada en Nieuw-Zeeland. En onze collega's Hidde van Warmerdam en Diana Kuip zijn in Le Havre. Heer en dames, zijn de Leeuwinnen er klaar voor? Boah, wat een rotvraag. Ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn ze er klaar voor. Wat denk jij nou? Nee, ze zijn er absoluut klaar voor. Ze zijn getergd. En misschien wel het mooiste verhaal van dit WK, Diana, is het verhaal van Kika van S. De linksback waarvan wij dachten, we gaan het nooit over de linksback van het Nederlands vrouwenelftal hebben. Maar het gaat er eigenlijk al 3 weken over. Het verhaal is dat haar hand, middenhandsbeentje, was gebroken. En het was maar de vraag of ze op tijd zou herstellen. 4 jaar geleden miste ze het WK ook al. Maar er zit veel meer achter. Klopt, ja, ze komt niet alleen van heel ver na een hele zware blessure, waardoor ze het vorige toernooi moest missen.
Maar zij ze had vroeger een alter ego. Die, die heette Randy. En dat was een jongetje. En die had ze in het leven geroepen omdat ze gewoon echt heel graag wilde voetballen. En ja, het is natuurlijk nog niet zo lang geleden dat dat gewoon niet voor meisjes was. Dus Kika had een droom en schoor haar haar kort, kocht van haar eerste zakgeld boxershorts en wilde gewoon een jongetje zijn. En op die manier heeft zij leren voetballen. Gewoon tussen de jongetjes doen alsof ze een jongetje was. Ze is zelfs gescout door PSV en andere profclubs als jongetje. Uiteindelijk kwamen ze erachter dat ze een meisje was, dus toen viel ze af. Maar om even aan te geven hoe ver dit meisje komt en ja, hoe groot die droom is. En het lijkt erop, we weten eigenlijk wel zeker dat ze vandaag toch kan spelen. Gisteren zei de bondscoach van ze is speelklaar. Ze wilde nog niet antwoorden van stel je er ook op, maar we gaan ervan uit dat ze dat wel doet. En zij tweette vandaag ook waarin ze haar alter ego aansprak. Zegt ze, Randy, wij komen van ver, vandaag is onze dag. En ja, dus als je het iemand gunt, dan is dat zo'n meisje. En het gaat dan niet per se om winnen of verliezen, maar gewoon dat je daar staat en dat je op zo'n toernooi een keer kan laten zien wat je kan. Dus ja, let op de linksback van Oranje, Kika. Ja, er is veel veranderd in al die jaren. We ja. hebben het daadwerkelijk over de linksback van Oranje. Dat is toch ook wel een fenomeen, hè? Gisteren op de persconferentie. 12 cameraploegen, waarvan 2 buitenlands en 10 Nederlands. Ja, ja. Komt ook omdat er natuurlijk nog niet veel is gebeurd bij Oranje. Voor de rest is iedereen topfit. Er zijn geen ruzies, er zijn geen vervelende dingen gebeurd. Dus we focussen allemaal extreem op dat middencootje, beentje, hoe heet dat? Middenhandsbeentje. Middenhandsbeentje van Kieke van Es. We zitten daar allemaal op gefocust en wij dus ook. Maar wel terecht, omdat er gewoon een bijzonder verhaal achter zit. Nou, het kleurt hier in Le Havre, dames en heren, langzaam oranje. U ziet hier niks van, want we hebben echt een verschrikking van een parkeerplaats uitgekozen. Maar het wordt langzaam meer oranje. Er zijn 12.500 kaarten verkocht, waarvan waarschijnlijk 10.000 oranje wordt hier gezegd. Nou ja, nog even afwachten of dat zo is. Maar om 3 uur, Nieuw-Zeeland is de tegenstander. Oprollen, zei Diana eerder. Ja, oprollen is het advies. Moet kunnen. Nieuw-Zeeland is een ploeg die we gewoon moeten kunnen hebben. Dus ik kijk ernaar uit. Mooi zo. Ciao. Hidde en Diana, dankjewel. Jullie blijven het volgen daar in Frankrijk. We praten natuurlijk verder met Eva van Deursen, middenvelder. En Jennifer Vreugdeheel, keeper van Jong Oranje. Ja, bijzonder verhaal van Kika. Ja. Hoe was dat voor jullie toen jullie nog kleine meisjes waren? Deed je dat ook? Schoor je haar af en wilde je een jongetje zijn? Nou ja, bij mij, ik had wel een soort van hetzelfde. Ik wilde graag bij Feyenoord voetballen. En dat kon niet als meisje. Dus ik heb ook gekozen voor kort haar. En, want ik wilde graag bij Feyenoord voetballen. En uiteindelijk werd ik ook gescout door de KNVB als jongen. Maar ja, toen moest ik ook vertellen natuurlijk dat ik een meisje was. En uiteindelijk ben ik wel in het KNVB-traject gekomen en gebleven. Maar ze hadden dus jou dus gewoon gescout in het jongensteam. Ze dachten, dat gastje dat moeten we hebben. Ja, want ik speelde tussen de jongens. Ik was als enige tussen de jongens. En ze dachten, nou, die keeper, dat ventje, dat moeten we hebben. Maar ja, ik was geen ventje. Oh, wat bijzonder. Dus, en hoe blijf je eigenlijk volhouden? Want tot voorheen was het eigenlijk heel lastig om hier van je werk te maken. Om hier uiteindelijk van te kunnen leven. Yeah. Hoe blijf je dan volhouden? Het plezier. Dat is echt de grootste drijfveer voor mij althans. Ja, dat is... Ja, zo blijf je het volhouden en zo blijf je doorgaan. Uiteindelijk wordt die droom dan werkelijkheid. Want hoe zit dat qua geld? Er is natuurlijk die discussie geweest dat het gelijk getrokken moet worden. Maar dat is mijn vraag niet. Mijn vraag is, ik hoorde jou vertellen dat je nog een baan naast je voetbalcarrière erbij had. Ja, ik voetbalde bij ADO Den Haag. En het was inderdaad dan zakgeld wat we kregen. En vond ik al leuk, want ik wilde graag voetballen. Maar daarvoor moest ik wel iedere dag gewoon van 7:30 tot 3 uur werken. Gelukkig, mijn werkgever die steunde me in wat ik deed. Dus werkte ik 28 uur in de week. En daarnaast ging ik iedere dag reed ik naar Den Haag om te gaan trainen. Maar ja, was ik wel gewoon 12 uur per dag was ik van huis. Ja, en op een gegeven moment had je eigenlijk besloten om te stoppen. Ja, ik zou gaan stoppen omdat ik graag verder wilde in mijn maatschappelijke carrière. Natuurlijk ook omdat je een keer op eigen benen wilt staan. Ja. En moet staan ook. Dus dacht ik van, het is goed zo. En ik dacht, ik kom niet verder. Ik wilde graag naar Oranje. Nou ja, dat is alle jeugdteams heb ik doorlopen. Maar het echte Oranje, dat zit er niet in. Maar ja, toen kwam Valencia kijken. Vanmiddag 3 uur is die wedstrijd. Nieuw-Zeeland, ik hoorde jullie net 3-0, 4-0 zeggen. Is de hele pool kat in bakkie? Nee, denk ik niet. Nou, Nieuw-Zeeland, ik heb zelf tegen Nieuw-Zeeland gespeeld voor afgelopen zomer met onder 20. Toen was het een vrij fysieke ploeg. En ik denk dat wij met onze voetballende kwaliteiten daar wel onderuit kunnen voetballen.
Dus, Vanmiddag gaan we winnen. Die hebben we alvast opgeschreven. Maar Cameroen en Canada? Canada is denk ik de lastigste tegenstander. Omdat die ook voetballend ook goed zijn. En Cameroen ken ik zelf niet heel erg goed. Maar als ik ze zo gisteren zag, zijn ze denk ik vooral gevaarlijk in de counter. En met wat snelle meiden voorin. Dus kan ook een gevaarlijker zijn. Ja, en wat zou het fantastisch zijn als de Oranje Leeuwinnen de wereldbeker binnen zouden slepen. En ze net als in 2017 met hun Europese titel het hele land opnieuw op zijn kop gaan zetten. Ja, hoe merken jullie eigenlijk dat sinds dit moment het vrouwenvoetbal op de kaart staat? Ja, ik denk inderdaad door de acties die er lopen. De meiden die krijgen steeds meer bekendheid. Lieke, Janice worden allemaal eigenlijk al op straat herkend. En dat is met behulp van de acties wordt het alleen maar meer, denk ik. Gaat het ook meer druk leveren op de meiden? Gaat het invloed hebben op hun spel? Nee, ik denk inderdaad wat zij al zei, de meiden zijn vrij nuchter. Dus ik denk dat ze eigenlijk op het veld, zodra ze op het veld zijn, dat ze het wel kunnen uitschakelen. En dat ze dan alleen nog maar gefocust zijn op dat voetballen, want dat zijn we allemaal eigenlijk. Je noemt net Janice, we moeten het nog even over haar kapsel hebben. Ja, ik vind het wel gewaagd. Ja. Zij kan het ook hebben. Ja, ze kan het ook hebben. Goed. Wat vinden jullie van de heren? Ik ben groot fan van Janice. Ja. Maar dit kapsel ook? Dus, alles wat ze doet, het past bij haar. Zij kan het hebben. Ja. Mijn kapsel past bij mij. En jouw kapsel past bij jou. Bij mij zou het alleen maar aan de zijkant kunnen, want boven groeit niks. Maar hier is een hamsterbeentje. Luipaard. Luipaard pakken. Ik ben er jaloers op. Ja. Zou Judeska mee kunnen doen met voetbal? Iedereen. Ik ben aan het wachten dat de bondscoach Judeska selecteert. Als wat? Als mental coach. Klaar. Nee, het zou wat zijn. Laat me zeggen, in deze tijd van gelijkheid, laten we de salaris van de dames en de heren samentrekken. Maar laten we ook alle genders ook meespelen. Laat Judeska meespelen. In de vrouwenteam. Wat voor gender is Judeska? Niemand weet het. Ze was er opeens. Zouden jullie dat willen? Judeska erbij in het team? Nou, misschien als scheidsrechter. Klaar. Iedereen, jouw moeder. Iedereen naar huis. Klaar. Jullie hebben gewonnen. Klaar. Judeska. En dan moet er nog gespeeld worden. Jullie hebben gewonnen. Laten we het even terug gaan naar de meiden die het echt strakjes moeten doen. Wanneer hopen jullie zelf op een EK of WK te staan? Het grootste doel is toch denk ik EK 2021. Ja? En voor jou? Ja, voor mij denk ik ook. Ja. Ja, jij was eigenlijk al voor dit, zat je heel hoog er tegenaan. Ja, er tegenaan, net niet gehaald helaas. Maar ik hoop inderdaad het volgende EK om er dan ook te mogen staan of erbij te mogen zijn. Dankjewel meiden. Graag gedaan. Sandra Eeman heeft er geen goed woord voor over. Ze ging naar de gemeente Venlo voor een nieuw paspoort met een oude pasfoto waarop ze nog haar had. Omdat ze borstkanker heeft en daardoor nu kaal is, wilde ze geen nieuwe foto laten maken. Maar die oude werd dus geweigerd. Bij de gemeente aangekomen gaf ik mijn pasfoto af aan de ambtenaar. Maar hij vond dat mijn pasfoto niet leek op wie ik was en wilde mij geen paspoort geven. 10 jaar lang word je elke keer als je in je paspoort kijkt weer eraan herinnert aan een periode in je leven waar je eigenlijk misschien helemaal niet aan terug wil denken. De Boskoopse familie Grootendorst leeft als vikingfamilie. Broederschap, trouw en saamhorigheid staan hoog in het vaandel. Ze doen het overigens niet dagelijks, alleen in de vakanties. En dan zijn ze in het Archeon te bewonderen. Voor mij betekent het heel vrolijk zijn naar anderen en dat je heel veel familieleden hebt in plaats van een paar. Want je bent met iedereen bevriend en je doet alles. Dit is de tent zoals wij die opzetten en waar wij in slapen en wonen. Bij slecht weer trek je je terug en bij mooi weer ben je buiten en gebruik je het eigenlijk alleen om te slapen. Ja, moet er dan ook nog een Caribisch hoekje komen daar in het archief? Hij zegt ook net, er zit daar geen donkere mensen aan. Nee, maar het is wel. Maar die kamperen ook niet. Ja, Het is niet bekend, het is niet ons ding. Nee. Nee, maar bij de Antilliaanse feesten, dus in België,
Dan heb je daar wel. Dan komen al die wereldsterren, al die Latijnse sterren. En iedereen gaat dan kamperen. Dus het is wel zo. Maar ik denk dat het meer te maken heeft met het koud, grauwe weer af en toe, weet je wel. Dus dat vinden we niet erg fijn. Maar op Curaçao kampeer ik altijd op het strand in de weekend. Altijd? Nee, altijd in het weekend gingen wij kamperen. Maar, ja, maar dat deden wij heel vaak. Je kijkt me heel raar aan. Je praat alsof je het nog doet, ik weet. Nee. Dit weekend nog. Dat was armoe. Maar het was eigenlijk ook weer rijkdom. Gewoon kamperen, 's ochtends opstaan, vissen, barbecue, dat was je ontbijt. Heerlijk. Dan gaan we nu naar de 72-jarige Kees van Lid uit Zevenhoven. Hij heeft naast een oude kaartjesautomaat, jassen en kniptangen ook hele bussen in zijn mini-museum staan. Drie ooms die reden bij de Nol als chauffeur. Ja. En dan ging ik uit school, ging ik heel vaak mee. En dan ging ik in Woerden of in Leiden, ging ik op het station. Ja, ging de oude scheurkaartjes oprapen. En zo is mijn verzameling begonnen. Schitterend. De hele verzameling is te zien in onze app. Ja. Alles in de app. Die bussen, alles. Je krijgt alles in de app. Heel grote app. Een hele kleine bus. Apeldoorn. Oh, de app. Ook in onze app. De Caribbean Combo. In comedy en cabaret gezelschap met Jandino Asparaat, Mirth Mossel, Roé Verveer en Howard Komproem. In 2010 speelden zij hun eerste voorstelling Daar zal je ze hebben. En na een uitverkochte show op zaterdag 29 juni komen de mannen met een extra show op vrijdag 28 juni in Rotterdam. Ahoy. Je bent gewoon aan het knabbelen aan een stukje chocolade. Je bent aan het knabbelen. Als je wil, ik heb een lange chocolade voor jou. Nee. Sowieso. Echt waar. Sinterklaas is weg, want ik heb een lange letter voor jou. Want je weet, ze noemen mij ook Piet. Maar ik ben een speciale Piet. Best Piet, jongen. Je kan er niet meer naar kijken, hè? Hé, hey, het is mijn moeder, kijk, deze show ook. Jij hebt die grappen bedacht. Ja. Je hoeft je niet te schamen. Dit was een prestatie. Mensen hebben gelachen, mensen hebben leuke lijst. Onji, je weet hoe Onji is. Onji is zo. Onji zegt dit soort dingen. Maar ja, we zijn wel enorm trots dat we in... dit is voor ons dan weer de zesde keer in Ahoy. Ja. Is heel bijzonder. Voor jou, thuiswedstrijd. Het voelt wel... Ik reed vroeger, ik weet nog, mijn allereerste keer in Ahoy. Het was heel emotioneel, want ik zat daar 3 minuten vandaan op school. Zuiderpark College. En we reden altijd met de bus, gingen een rondje maken langs het plein. En dan gingen we dan naar huis, richting IJsselmonde. En ik vroeg me altijd af, zou Whitney Houston nu daar binnen zijn? Of Michael Jackson? Ik probeerde me altijd voor te stellen, wie is daar binnen? En op een gegeven moment dan voor elkaar te krijgen dat wij dan daar mogen staan. Dat is wel heel... Dat was echt een jongensdroom. Ja. En hoe bereid je eigenlijk voor op die dagen die gaan komen? Is het ook echt topsport? Ben je daar dagen van tevoren echt mee bezig? Zit je dan de grap te oefenen in je hoofd? Ja. Ik ben niet, gisteravond bijvoorbeeld, ik ben een groepsapp. We hebben een groepsapp en om een uur of hoe laat? Wil je daarin zitten? Je wil erin zitten. Iedereen wil erin zitten. Maar het moet niet gekraakt worden. Als dit lekt, nee, dan maar... Geheimen, staatsgeheimen, alles zit erin. Ja. Maar hoe laat? 11:30 of zo? 11:30. Gooide ik ineens, had ik een ingeving. En dan gooi ik het in de app van, hey boys, ik zit te denken. Wat als... En dan krijg ik reacties. Hey, ja man, laten we daarover verder. Dus je of, bent wel... Of van, alsjeblieft ga slapen. Ik probeer te rusten. Nee, maar dat. En we beginnen overmorgen al met de danslessen. En we hebben dan... Jullie gaan grappen maken, toch? Nee, maar we hebben een enorme... Kijk. Het is een grote show. Het is een grote show, hè? Er komen gewoon duizenden mensen daar. Hè? Dus dat betekent, we hebben een enorm decor. We hebben dansles, we hebben vuurwerk, we hebben dansers. Dus als we de show openen... Kijk, anders moet je het gewoon alleen maar doen in een kleine zaal. En dan kan je het klein houden. Maar als je Ahoy doet, mensen betalen daar goed geld voor. Nou, dan moet je ze ook echt alles geven. Dus het is entertainment. Wat is dan leuker? Zo'n kleine zaal of Ahoy? Ahoy? Nee, kleine zaal is intiemer. Maar dit is iets wat je mee moet maken. Dit doe je trouwens, moet ik ook erbij zeggen. Dit doe je niet voor het geld. Want eigenlijk, als we dan vier keer Luxor doen... Of zijn pleintheater zelf, hou je veel meer over. Maar zo'n grote tent kost heel veel geld. Echt waar? Of tenminste, ik als leek denk gewoon, oh, maar ze doen zo'n grote hut. Want dan is het in één keer heel veel cash. Nee. Het is als ik op de decor alleen wat je in zo'n zaal moet plaatsen. Ja. In een normaal theater, dan is er al een podium.
Ja. En dan doe je vier muurtjes met iets, karton of ik veel. Ja. Nu moet je echt en dan, een groot podium gaan en dan maken. Haal je het eruit omdat je dan ongeveer 160 keer per jaar speelt met diezelfde decor. Ja. Nu doe je het alleen maar twee keer en het is eigenlijk, ja, 1000 euro is eigenlijk weg. Maar waarom doe je het dan? Omdat het iets bijzonders is om te mogen doen met, laat me zeggen, in een zaal met 10.000 man. Om met elkaar, voor ons heel bijzonder, voor het publiek is het heel bijzonder. En dan denk je, nou, je geeft eigenlijk gewoon terug. Tuurlijk is het ego-strelend dat we nou in een hooi mogen staan. Maar je geeft wel iets terug aan de mensen. Mensen denken, nou, ik heb Caribbean Combo toen. Maar hoe maak je contact met die mensen? Want je bent daar met zoveel. Hoe... Ja. Ik neem iedereen's nummer en dan gaan we appen. Dat ben ik, de vrouw van. Maar, nee, hoe maak je contact met je publiek? Want... Het ziet er moeilijker uit dan het is. Ik weet nog, toen we Gabbers gingen doen in Ziggo Dome. Ja. Die week ervoor ging ik Doe Maar kijken. Zat ik in het publiek, dacht ik, dus volgende week sta ik hier. Oh shit. Die week daarop stond ik aan de andere kant, 's middags met lege stoelen. Anders dacht ik, het is best klein. Ja. Ongelooflijk hoe zo'n zaal gebouwd is ook. Het is wel gebouwd, dus het valt mee. Iedereen kijkt naar jou. En wat je zei al, als jij blijft spelen zoals je speelt, gaan mensen gefocust naar je kijken. Ga je groot spelen, dan denken mensen, oh, hij komt toch naar me toe. Ja. Dus ja, klein en dan komt het vanzelf naar je toe. Laten we even kijken hoe jij dat doet. Puber is net zo Nederlands als ADHD. ADHD is Nederlands. Ik ben in Suriname opgegroeid. Ik ben nog steeds 3-4 keer per jaar in Suriname. Er is nog nooit één geval van ADHD geconstateerd in Suriname. Dat bestaat daar niet. ADHD is Nederlands. In Suriname zeggen we, hij is druk. Je maakt natuurlijk ook veel grappen over, over je afkomst en waar je vandaan komt. Het heet het Caribbean Combo. Ja. Ik was laatst bij Theo Maas. Er zaten alleen maar blanke mensen. Is bij jullie het publiek meer gemêleerd? Ja. Nou, eigenlijk wat je bij ons hebt. En dat is één ding wat als je Theo vraagt, zal die ook zeggen. Daar is die klein beetje jaloers op. Is dat wij hebben Nederland in de zaal. Hè? En ik weet niet waarom mensen naar Theo Maassen niet gaan, verschillende culturen. Wij gaan wel naar Theo Maassen. Maar wij hebben het geluk, zitten Nederlandse Turken, Nederlandse Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Molukkers, alles zit daar. En het is zo mooi. En je lacht uiteindelijk. Kijk, want het lijkt over, oh, je maakt grappen over Surinamers, wat dan ook. Nee, maar je maakt grappen over het dagelijks leven. Jij hebt over eigenlijk hoe kinderen zijn, ADHD. En wij herkennen dat. Het is heel veel herkenning. Dus het is eigenlijk supermooi dat wij dat kunnen en dat die mensen ook komen naar de show. De hoofddoekjes, geen doekjes, weinig kleding, veel kleding. Alles zit er in de zaal. Strakke kleding. Ja, te strakke kleding. Je kan je ogen uitkijken. Denk niet, ik ben het werk. Oh, je bent het werk. We hebben nog een fragmentje van de Caribbean Combo. Begin met de eerste vraag en stel hem maar aan naar die Roy. Wat zijn beste eigenschappen? Nou, een leuke vraag. Mijn beste eigenschappen zijn, ik ben heel empathisch. Ik kan me heel goed verplaatsen in een ander. Ik ben altijd heel meegaand. En ik ben ook heel discreet. Dat is heel belangrijk in dit vak, dat je heel discreet kan zijn. Als ik een geheim weet, zal ik dat nooit doorvertellen. Ja, bijvoorbeeld, laatst vertelde een van de J's mij dat hij die twee andere J's had betrapt in de kleedkamer toen ze aan de tongen waren. Ik zal dat nooit doorvertellen, nooit. Wat happens in Volendam, stays in Volendam. Oh, wat lief. Zagen we daar die Hindoestaanse vrouwen? Ja, zag je hoe charmant. En, zo een... Nou, echt waar. Dat jij nog speelt in Utrecht. Maar hoe is dat eigenlijk? Hebben jullie meer lol met z'n vieren? Of vind je het leuk om in je eentje op het podium te staan? Die vraag krijg ik vaak. En het beste antwoord dat ik kan geven is beide. Je speelt een heel seizoen. 70, 80, 90 keer je eigen show in het hele land. Ja. En dan weet je, aan het eind van het seizoen ga ik nog 2, 3, 4, 5 keer met mijn broer spelen. Samen is een andere dynamiek, maar het past perfect in het hele jaar. Is dat een soort bonte avond? Eigenlijk aan het eind, is bijna die kers op die taart. Zo van, dit doe ik. Want lach je zelf meer tijdens zo'n avond dat je met z'n vieren? Ik heb 4 comedians en 4... Soms ben ik schor tijdens de show, omdat ik die middag in de kleedkamer en bij de repetities alleen maar op de grond heb gelegen van het lachen. Nee, maar ik denk ook wat mensen leuk vinden als de mensen onze show kijken, als ze naar de show komen, is wat ze vaak zeggen, is de lol die jullie onder elkaar hebben. Ja. Want het is niet zo heel moeilijk, hè? Het is gewoon
plezier hebben met elkaar. Dat straal je uit. En dan, dat vinden mensen gewoon leuk om naar te kijken. De lol die je hebt. Oké, leuk, jullie zijn grappig. En dan komen die stand-up stukjes. Maar vooral samen. Die lol. En ook bijvoorbeeld die dames. En dan zijn ze verkleed als dames. Het zijn echt hele lelijke dames. Je kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar dan denk je, oh, maar ze nemen zichzelf op de hak. Weet je, vinden mensen leuk om naar te kijken. En hoe lang gaat de Caribbean Combo nog door? Zolang wij vrienden zijn. Dus eigenlijk oneindig. Oh. Ja. Het is geen boyband die bij elkaar is gezet. Dat er eentje we waren allemaal eerst vrienden. En toen heeft iemand, Murt, kwam met het idee van... Maar als we samen zijn, hebben we zoveel lol. Waarom doen we niet één keer in het jaar of zo? Maar toen dachten we, ja, laten we dat doen. En zo is het ontstaan. Ja. En binnenkort dus in Ahoy Rotterdam. Ahoy! Er zijn nog kaarten. Caribbeancombo.nl voor 28 juni. Ja. Succes, heren. Dank je wel. Dank je wel. En vandaag houden we het niet droog. Dat heeft niks met deze heren te maken, maar gewoon met de regen. De temperatuur komt niet boven de 18 graden. Een koude douche dus voor onze weerhaan Willem. We zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Dank jullie wel, alle vier. Graag gedaan. Graag gedaan, dank je wel. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. Een spannende dag voor onze Oranje Leeuwinnen. Vanmiddag om 3:00 spelen ze de eerste wedstrijd van het WK in het Franse Le Havre tegen Nieuw-Zeeland. We gaan de wedstrijd voorbeschouwen met Eva van Deurzen en Jennifer Vreugdeheel van Jong Oranje. En we praten met onze verslaggever Hidde van Warmerdam in Frankrijk. Wat denken jullie? Wat wordt de winst voor vanavond? Nederland pakt de winst. Ja? En hebben we al een inschatting met hoeveel? Ik denk wel 3 of 4-0 hoor. 3 of 4-0, ja, schrijven we op. Ja. En Jandino Asparate en Roué Verveer zijn bij ons in de studio van het Caribbean Combo. Wegens groot succes komen ze eind van de maand samen met Murt Mossel en Howard Komproe. Dat kwam een moeilijkheid, hè? Ja. Met een extra show in Rotterdam Ahoy. Heren, vrouwenvoetbal of herenvoetbal? Vrouwenvoetbal. Ja? Ja, zeker. Weet je, ik ben Feyenoord, dat weet iedereen. Maar ik heb vorige keer... Dan snap ik dat je wel vrouwenvoetbal bent. Nee. Ik zei het niet al deze keer. We hebben geen vrouwenvoetbal. Maar ik heb vorige keer beelden gezien van Ajax-dames. Maar ze waren niet eens aan het voetballen. Ze stonden op het veld en iemand liep langs de achterkant. Dacht ik, het is toch wel goed. Wat goed in de Amsterdam. Het is toch wel een paar goede dingen. Wat gaat er boek in? Ik moet het zeggen dit. Hij maakt niet uit. Het bleef ook even net te lang stil. Mag je dat niet zeggen? Ik kan niet hoor. Ja, mag niet? Nou ja, ik vond ze. Heel professioneel gebouwd. Goed, de grote pinstoring lijkt eindelijk voorbij. Gisteren stroomden duizenden meldingen binnen van mensen die niet konden pinnen. Bij supermarkten ontstonden flinke rijen voor de kassa's waar alleen met cash betaald kon worden. En de stichting Strijd tegen Kindermisbruik eist dat een handboek voor pedofielen wordt verboden. Op internet is momenteel informatie te vinden met aanwijzingen om kinderen ongezien te misbruiken. Sinds zijn dochter de eerste 3 jaar van haar leven door hun buurman werd misbruikt, doet Marcel Jeninga er alles aan om te voorkomen dat ook andere kinderen slachtoffer worden. Eerder vanmorgen vroegen we aan hem welke stappen de stichting gaat nemen. Wij als stichting Strijd tegen Misbruik willen stappen ondernemen tegen het 100 pagina's pedo-handboek te verbieden. Wij zijn van plan om aangifte te doen tegen deze handboek. En wij hebben de Kamerleden al benaderd dat we actie onder willen nemen. En waarom moet je actie ondernemen? Want is het eigenlijk sowieso niet strafbaar, dit handboek? Nee, het handboek... gewoon via internet gewoon downloaden en dat is het handboek geeft aan tips en tricks en het verheerlijken hoe je kinderen kunt misbruiken en dat moet gewoon verboden worden, want het handboek lijkt heel veel op vereniging Martijn wat wij verboden hebben gekregen. En stappen jullie hier uiteindelijk ook mee naar de rechter?
we zijn van plan om aangifte te doen. Ja. En dat gaat zeker bij de rechter komen. Als de kabinet niks onderneemt. Vanmiddag is het zover, dan trappen de Oranje Leeuwinnen af voor een eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk. Ze zitten in een pool met Cameroen, Canada en Nieuw-Zeeland. En onze collega's Heer van Warmerdam en Diana Kuip zijn in Le Havre. Heer en dames, zijn de Leeuwinnen er klaar voor? Boah, wat een rotvraag. Ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn ze er klaar voor. Wat denk jij nou? Nee, ze zijn er absoluut klaar voor. Ze zijn getergd. En misschien wel het mooiste verhaal van dit WK, Diana, is het verhaal van Kika van S. De linksback waarvan wij dachten, we gaan het nooit over de linksback van het Nederlands vrouwenelftal hebben. Maar het gaat er eigenlijk al 3 weken over. Het verhaal is dat haar hand, middenhandsbeentje, was gebroken. En het was maar de vraag of ze op tijd zou herstellen. 4 jaar geleden miste ze het WK ook al. Maar er zit veel meer achter. Klopt, ja, ze komt niet alleen van heel ver na een hele zware blessure, waardoor ze het vorige toernooi moest missen. Maar zij ze had vroeger een alter ego, die heette Randy. En dat was een jongetje en die had ze in het leven geroepen omdat ze gewoon echt heel graag wilde voetballen. En het is natuurlijk nog niet zo lang geleden dat dat gewoon niet voor meisjes was. Dus Kika had een droom en schoor haar haar kort. Kocht van haar eerste zakgeld boxershorts en wilde gewoon een jongetje zijn. En op die manier heeft zij leren voetballen. Gewoon tussen de jongetjes doen alsof ze een jongetje was. Ze is zelfs gescout door PSV en andere profclubs als jongetje. Uiteindelijk kwamen ze erachter dat ze een meisje was, dus toen viel ze af. Maar om even aan te geven hoe ver dit meisje komt en hoe groot die droom is. En het lijkt erop, we weten eigenlijk wel zeker dat ze vandaag toch kan spelen. Gisteren zei de bondscoach van ze is speelklaar. Ze wilde nog niet antwoorden van stel je er ook op, maar we gaan ervan uit dat ze dat wel doet. En zij tweette vandaag ook waarin ze haar alter ego aansprak. Zegt ze, Randy, wij komen van ver, vandaag is onze dag. En ja, dus als je het iemand gunt, dan is dat zo'n meisje. En het gaat dan niet per se om winnen of verliezen, maar gewoon dat je daar staat en dat je op zo'n toernooi een keer kan laten zien wat je kan. Dus let op de linksback van Oranje, Kika. Ja, er is veel veranderd in al die jaren. We hebben het daadwerkelijk over de linksback van Oranje. Dat is toch ook wel een fenomeen, hè? Gisteren op de persconferentie. 12 cameraploegen, waarvan 2 buitenlands en 10 Nederlands. Ja. Komt ook omdat er natuurlijk nog niet veel is gebeurd bij Oranje. Voor de rest is iedereen topfit. Er zijn geen ruzies, er zijn geen vervelende dingen gebeurd. Dus we focussen allemaal extreem op dat middencootje, beentje, hoe heet dat? Middenhandsbeentje. Middenhandsbeentje van Kieke van Es. We zitten daar allemaal op gefocust en wij dus ook. Maar wel terecht, omdat er gewoon een bijzonder verhaal achter zit. Nou, het kleurt hier in Le Havre, dames en heren, langzaam oranje. U ziet hier niks van, want we hebben echt een verschrikking van een parkeerplaats uitgekozen. Maar het wordt langzaam meer oranje. Er zijn 12.500 kaarten verkocht, waarvan waarschijnlijk 10.000 oranje wordt hier gezegd. Nou ja, dus nog even afwachten of dat zo is. Maar om 3 uur, Nieuw-Zeeland is de tegenstander. Oprollen, zei Diana eerder. Ja, oprollen is het advies. Moet kunnen. Nieuw-Zeeland is een ploeg die we gewoon moeten kunnen hebben. Dus ik kijk ernaar uit. Mooi zo. Ciao. Hidde en Diana, dankjewel. Jullie blijven het volgen daar in Frankrijk. We praten natuurlijk verder met Eva van Deursen, middenvelder, en Jennifer Vreugdeheel, keeper van Jong Oranje. Bijzonder verhaal van Kika. Ja. Hoe was dat voor jullie toen jullie nog kleine meisjes waren? Deed je dat ook? Schoor je haar af en wilde je een jongetje zijn? Nou ja, bij mij, ik had wel een soort van hetzelfde. Ik wilde graag bij Feyenoord voetballen. En dat kon niet als meisje. Dus ik heb ook gekozen voor kort haar. En, want ik wilde graag bij Feyenoord voetballen. En uiteindelijk werd ik ook gescout door de KNVB als jongen. Maar ja, toen moest ik ook vertellen natuurlijk dat ik een meisje was. En uiteindelijk ben ik wel in het KNVB-traject gekomen en gebleven. Maar ze hadden dus jou dus gewoon gescout in het jongensteam. En ze dachten, dat gastje dat moeten we hebben. Ja, want ik speelde tussen de jongens. Ik was als enige tussen de jongens. En ze dachten, nou, die keeper, dat ventje, dat moeten we hebben. Maar ja, ik was geen ventje. Oh, wat bijzonder. Dus, en hoe blijf je eigenlijk volhouden? Want tot voorheen was het eigenlijk heel lastig om hier van je werk te maken. Om hier uiteindelijk van te kunnen leven. Yeah. Hoe blijf je dan volhouden? Het plezier. Dat is echt de grootste drijfveer voor mij althans. Ja, dat is... Ja, zo blijf je het volhouden en zo blijf je doorgaan. Uiteindelijk wordt die droom dan werkelijkheid. Want hoe zit dat qua geld? Er is natuurlijk die discussie geweest dat het gelijk getrokken moet worden. Maar dat is mijn vraag niet. Mijn vraag is,
Ik hoorde jou vertellen dat je nog een baan naast je voetbalcarrière erbij had. Ja, ik voetbalde bij ADO Den Haag. En het was inderdaad dan zakgeld wat we kregen. En vond ik al leuk, want ik wilde graag voetballen. Maar daarvoor moest ik wel iedere dag gewoon van 7:30 tot 3:00 werken. Gelukkig, mijn werkgever die steunde me in wat ik deed. Dus werkte ik 28 uur in de week. En daarnaast ging ik iedere dag reed ik naar Den Haag om te gaan trainen. Maar ja, was ik wel gewoon 12 uur per dag was ik van huis. Ja, en op een gegeven moment had je eigenlijk besloten om te stoppen. Ja, ik zou gaan stoppen omdat ik graag verder wilde in mijn maatschappelijke carrière. Natuurlijk ook omdat je een keer op eigen benen wilt staan. Ja. En moet staan ook. Dus dacht ik van, het is goed zo. En ik dacht, ik kom niet verder. Ik wilde graag naar Oranje. Nou ja, dat is alle jeugdteams heb ik doorlopen. Maar het echte Oranje, dat zit er niet in. Toen kwam Valencia kijken. Vanmiddag 3:00 is die wedstrijd. Nieuw-Zeeland, ik hoorde jullie net 3-0, 4-0 zeggen. Is de hele pool kat in bakkie? Nee, denk ik niet. Nou, Nieuw-Zeeland, ik heb zelf tegen Nieuw-Zeeland gespeeld voor afgelopen zomer met onder 20. Toen was het een vrij fysieke ploeg. En ik denk dat wij met onze voetballende kwaliteiten daar wel onderuit kunnen voetballen. Dus, Vanmiddag gaan we winnen. Die hebben we alvast opgeschreven. Maar Cameroen en Canada? Canada is denk ik de lastigste tegenstander, omdat die ook voetballend ook goed zijn. En Cameroen ken ik zelf niet heel erg goed, maar als ik ze zo gisteren zag, zijn ze denk ik vooral gevaarlijk in de counter en met wat snelle meiden voorin. Dus kan ook een gevaarlijker zijn. Ja, en wat zou het fantastisch zijn als de Oranje Leeuwinnen de wereldbeker binnen zouden slepen en ze net als in 2017 met hun Europese titel het hele land opnieuw op zijn kop gaan zetten. Ja, hoe merken jullie eigenlijk dat sinds dit moment het vrouwenvoetbal op de kaart staat? Ja, ik denk inderdaad door de acties die er lopen. De meiden die krijgen steeds meer bekendheid. Lieke, Janice worden allemaal eigenlijk al op straat herkend. En dat is met behulp van de acties wordt het alleen maar meer, denk ik. Gaat het ook meer druk leveren op de meiden? Gaat het invloed hebben op hun spel? Nee, ik denk inderdaad wat zij al zei, de meiden zijn vrij nuchter. Dus ik denk dat ze eigenlijk op het veld, zodra ze op het veld zijn, dat ze het wel kunnen uitschakelen. En dat ze dan alleen nog maar gefocust zijn op dat voetballen, want dat zijn we allemaal eigenlijk. Je noemt net Janice, we moeten het nog even over haar kapsel hebben. Ja, ik vind het wel gewaagd. Ja. Zij kan het ook hebben. Ja, ze kan het ook hebben. Goed. Wat vinden jullie van? Ik ben een groot fan van Janice. Ja. Maar dit kapsel ook? Dus, alles wat ze doet, het past bij haar. Zij kan het hebben. Ja. Mijn kapsel past bij mij. En jouw kapsel past bij jou. Bij mij zou het alleen maar aan de zijkant kunnen, want boven groeit niks. Maar hier is een hamsterbeentje. Luipaard. Luipaard pakken. Ik ben er jaloers op. Ja. Zou Judeska mee kunnen doen met voetbal? Iedereen. Ik ben aan het wachten dat de bondscoach Judeska selecteert. Als wat? Als mental coach. Klaar. Nee, het zou wat zijn. Laat me zeggen, in deze tijd van gelijkheid, laten we de salaris van de dames en de heren samentrekken. Maar laten we ook alle genders ook meespelen. Laat Judeska meespelen. In de vrouwenteam. Wat voor gender is Judeska? Niemand weet het. Ze was er opeens. Zouden jullie dat willen? Judeska erbij in het team? Nou, misschien als scheidsrechter. Klaar. Iedereen, jouw moeder. Iedereen naar huis. Klaar. Jullie hebben gewonnen. Klaar. Judeska. En dan moet er nog gespeeld worden. Jullie hebben gewonnen. Laten we het even terug gaan naar de beiden die het echt strakjes moeten doen. Wanneer hopen jullie zelf op een EK of WK te staan? Het grootste doel is toch denk ik EK 2021. Ja? En voor jou? Ja, voor mij denk ik ook. Ja. Ja, jij was eigenlijk al voor dit, zat je heel hoog er tegenaan. Ja, er tegenaan, net niet gehaald helaas. Maar ik hoop inderdaad het volgende EK om er dan ook te mogen staan of erbij te mogen zijn. Dankjewel meiden. Graag gedaan. Sandra Eeman heeft er geen goed woord voor over. Ze ging naar de gemeente Venlo voor een nieuw paspoort met een oude pasfoto waarop ze nog haar had. Omdat ze borstkanker heeft en daardoor nu kaal is, wilde ze geen nieuwe foto laten maken. Maar die oude werd dus geweigerd. Bij de gemeente aangekomen gaf ik mijn pasfoto af aan de ambtenaar. Maar hij vond dat mijn pasfoto niet leek op wie ik was en wilde mij geen paspoort geven. 10 jaar lang word je elke keer als je in je paspoort kijkt weer eraan herinnert aan een periode in je leven waar je eigenlijk misschien helemaal niet aan terug wil denken.
De Boskoopse familie Grootendorst leeft als vikingfamilie. Broederschap, trouw en saamhorigheid staan hoog in het vaandel. Ze doen het overigens niet dagelijks, alleen in de vakanties. En dan zijn ze in het Archeon te bewonderen. Voor mij betekent het heel vrolijk zijn naar anderen en dat je heel veel familieleden hebt in plaats van een paar. Want je bent met iedereen bevriend en je doet alles. Dit is de tent zoals wij die opzetten en waar wij in slapen en wonen. Bij slecht weer trek je je terug en bij mooi weer ben je buiten en gebruik je het eigenlijk alleen om te slapen. Hey, moet er dan ook nog een Caribisch hoekje komen daar in het archief? Hij zegt ook net, er zitten daar geen donkere mensen. Nee, maar het is maar wel. Die kamperen ook niet. Ja. Niet, nee. Het is niet. Nee. Nee, maar bij de Antilliaanse feesten, dus de, bij, in België, daar heb je daar wel. Dan komen, komen al die wereldsterren, al die Latijnse sterren. En iedereen gaat dan kamperen. Dus het is wel zo. Maar ik denk dat het meer te maken heeft met het koud, grauwe weer af en toe, weet je wel. Dus dat vinden we niet erg fijn. Maar op Curaçao kampeer ik altijd op het strand in de weekend. Altijd? Nee, altijd in het weekend gingen wij kamperen. Maar, ja, maar dat deden wij heel vaak. Je kijkt me heel raar aan. Je praat alsof je het nog doet, ik weet. Nee. Dit weekend nog. Dat was armoe. Maar het was eigenlijk ook weer rijkdom. Gewoon kamperen, 's ochtends opstaan, vissen, barbecue, dat was je ontbijt. Heerlijk. Dan gaan we nu naar de 72-jarige Kees van Lid uit Zevenhoven. Hij heeft naast een oude kaartjesautomaat, jassen en kniptangen ook hele bussen in zijn mini-museum staan. Drie ooms die reden bij de Nol als chauffeur. Ja. En dan ging ik uit school, ging ik heel vaak mee. En dan ging ik in Woerden of in Leiden, ging ik op het station, ja, ging de oude scheurkaartjes oprapen. En zo is mijn verzameling begonnen. Schitterend. De hele verzameling is te zien in onze app. Ja. Alles in de app. Die bussen, alles. Je krijgt alles in de app. Een hele grote app. Een hele kleine bus. De app. Ook in onze app, de Caribbean Combo. In comedy en cabaretgezelschap met Jandino Asparaat, Mirth Mossel, Roé Verveer en Howard Komproem. In 2010 speelden zij hun eerste voorstelling Daar zal je ze hebben. En na een uitverkochte show op zaterdag 29 juni komen de mannen met een extra show op vrijdag 28 juni in Rotterdam. Ahoy. Je bent gewoon aan het knabbelen aan een stukje chocolade. Je bent aan het knabbelen. Als je wil, ik heb een lange chocolade voor jou. Sowieso, echt waar. Sinterklaas is weg, want ik heb een lange letter voor jou. Want je weet, ze noemen mij ook Piet. Maar ik ben een speciale Piet. Best Piet, jongen. Je kan er niet meer naar kijken, hè? Hé, hey, het is mijn moeder kijkt deze show ook. Jij hebt die grappen bedacht. Ja. Je hoeft je niet te schamen. Dit is, was een prestatie. Mensen hebben gelachen, mensen hebben leuke lijst. Angie. Je weet hoe Angie is. Angie is zo. Angie zegt dit soort dingen. Maar ja, we zijn wel enorm trots dat we in... dit is voor ons dan weer de zesde keer in Ahoy. Ja. Heel bijzonder. Voor jou, thuiswedstrijd. Het voelt wel... Ik reed vroeger, ik weet nog mijn allereerste keer in Ahoy. Het was heel emotioneel, want ik zat daar 3 minuten vandaan op school. Zuiderpark College. En we reden altijd met de bus, gingen een rondje maken langs het plein. En dan gingen we dan naar huis, richting IJsselmonde. En ik vroeg me altijd af, zou Whitney Houston nu daar binnen zijn? Of Michael Jackson? Ik probeerde me altijd voor te stellen, wie is daar binnen? En op een gegeven moment dan voor elkaar te krijgen dat wij dan daar mogen staan. Dat is wel heel... Dat was echt een jongensdroom. Ja. En hoe bereid je eigenlijk voor op die dagen die gaan komen? Is het ook echt topsport? Ben je er dagen van tevoren echt mee bezig? Zit je dan in grappen te oefenen in je hoofd? Ja. Ik ben gisteravond bijvoorbeeld een groepsapp. We hebben een groepsapp en om een uur of hoe laat? Wil je daarin zitten? Je wil erin zitten. Iedereen wil erin zitten. Maar het moet niet gekraakt worden. Als dit lekt, nee, dan maar... Geheimen, staatsgeheimen, alles zit erin. Ja. Maar hoe laat? 11:30 of zo? 11:30. Gooide ik ineens, had ik een ingeving. En dan gooi ik het in de app van, hey boys, ik zit te denken. Wat als... En dan krijg ik reacties. Hey, ja man, laten we daarover verder. Dus je of, bent wel... Of van, alsjeblieft ga slapen. Ik probeer te rusten. Nee, maar dat. En we beginnen overmorgen al met de danslessen. En we hebben dan... Jullie gaan grappen maken, toch? Nee, maar we hebben een enorme... Kijk. Het is een grote show. Het is een grote show, hè? Er komen gewoon duizenden mensen daar. Hè? Dus dat betekent, we hebben een enorm decor. We hebben dansles, we hebben vuurwerk, we hebben dansers. Dus dat, als we de show openen... Kijk, anders moet je het gewoon alleen maar doen in een kleine zaal. En dan kan je het klein houden. Maar als je Ahoy doet, mensen betalen daar goed geld voor. Nou, dan moet je ze ook echt alles geven. Dus het is entertainment.
Wat is dan leuker, zo'n kleine zaal of Ahoy? Ahoy, nee, kleine zaal is intiemer, maar dit is echt, dit is iets wat je mee moet maken. Dit doe je trouwens, moet ik ook erbij zeggen, dit doe je niet voor het geld. Want eigenlijk, als we dan 4 keer Luxor doen, of zijn pleintheater zelf, haal je veel meer over. Maar zo'n grote tent kost heel veel geld. Echt waar? Of tenminste, ik als leek denk gewoon, oh, maar ze doen zo'n grote hut, want dan is het in één keer heel veel cash. Nee. Het is als ik op dat decor begin, alleen wat je in zo'n zaal moet plaatsen. Ja. In een normaal theater, dan is er al een podium. Ja. En dan doe je 4 muurtjes met iets, karton of ik veel. Ja. Nu moet je echt een groot podium gaan En dan maken. Haal je het eruit omdat je dan ongeveer 160 keer per jaar speelt met diezelfde decor. Ja. Nu doe je het alleen maar 2 keer en het is eigenlijk, ja, 1000 euro is eigenlijk weg. Maar waarom doe je het dan? Omdat het iets bijzonders is om te mogen doen met, laat me zeggen, in een zaal met 10.000 man. Met elkaar, voor ons heel bijzonder, voor het publiek is het heel bijzonder. En dan denk je, nou, je geeft eigenlijk gewoon terug. Tuurlijk is het ego-strelend dat we nou in Ahoy mogen staan. Maar je geeft wel iets terug aan de mensen. Mensen denken, nou, ik heb Caribbean Combo toen. Maar hoe maak je contact met die mensen? Want je bent daar met zoveel. Hoe... Ja. Ik neem iedereen's nummer en dan gewoon appen. Dat ben ik, de vrouw van. Maar, nee, hoe maak je contact met je publiek? Want Het ziet er enger uit. Of enger, het ziet er moeilijker uit dan het is. Ik weet nog, toen we Gabbers gingen doen in Ziggo Dome. Ja. Die week ervoor ging ik Doe Maar kijken. Zat ik in het publiek, dacht ik, dus volgende week sta ik hier. Oh shit. Die week daarop stond ik aan de andere kant, 's middags met lege stoelen. En dan dacht ik, het is best klein. Ja. Ongelooflijk hoe zo'n zaal gebouwd is ook. Het is wel gebouwd, dus het valt mee. Iedereen kijkt naar jou. En wat je zei al, als jij blijft spelen zoals je speelt, gaan mensen gefocust naar je kijken. Ga je groot spelen, dan denken mensen, oh, hij komt toch naar me toe. Ja. Dus ja, klein en dan komt het vanzelf naar je toe. Laten we even kijken hoe jij dat doet. Puber is net zo Nederlands als ADHD. ADHD is Nederlands. Ik ben in Suriname opgegroeid. Ik ben nog steeds 3-4 keer per jaar in Suriname. Er is nog nooit 1 geval van ADHD geconstateerd in Suriname. Dat bestaat daar niet. ADHD is Nederlands. In Suriname zeggen we, hij is druk. Je maakt natuurlijk ook veel grappen over, over je afkomst en waar je vandaan komt. Het heet het Caribbean Combo. Ja. Ik was laatst bij Theo Maas. Er zaten alleen maar blanke mensen. Is bij jullie het publiek meer gemêleerd? Ja. Nou, eigenlijk wat je bij ons hebt. En dat is één ding wat als je Theo vraagt, zal die ook zeggen. Daar is die klein beetje jaloers op. Is dat wij hebben Nederland in de zaal. Hè? En ik weet niet waarom mensen naar Theo Maassen niet gaan, verschillende culturen. Wij gaan wel naar Theo Maassen. Maar wij hebben het geluk, zitten Nederlandse Turken, Nederlandse Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Molukkers. Alles zit daar. En het is zo mooi. En je lacht uiteindelijk. Kijk, want het lijkt over, oh, je maakt grappen over Surinamers, wat dan ook. Nee, maar je maakt grappen over het dagelijks leven. Jij hebt over eigenlijk hoe kinderen zijn, ADHD. En wij herkennen dat. Het is heel veel herkenning. Dus het is eigenlijk supermooi dat wij dat kunnen en dat die mensen ook komen naar de show. De hoofddoekjes, geen doekjes, weinig kleding, veel kleding. Alles zit er in de zaal. Strakke kleding. Ja, te strakke kleding. Je kan je ogen uitkijken. Ik niet, ik ben het werk. Oh, je bent het werk. Wij hebben nog een fragmentje van de Caribbean Combo. Begin met de eerste vraag en stel hem maar aan naar die Roy. Wat zijn beste eigenschappen? Nou, leuke vraag. Mijn beste eigenschappen zijn, ik ben heel empathisch. Ik kan me heel goed verplaatsen in een ander. Ik ben altijd heel meegaand. En ik ben ook heel discreet. Dat is heel belangrijk in dit vak, dat je heel discreet kan zijn. Als ik een geheim weet, zal ik dat nooit doorvertellen. Ja, bijvoorbeeld, laatst vertelde een van de J's mij dat hij die 2 andere J's had betrapt in de kleedkamer toen ze aan de tongen waren. Ik zal dat nooit doorvertellen, nooit. Wat happens in Volendam, stays in Volendam. Oh, wat lief. Zagen we daar die Hindoestaanse vrouwen? Ja, zag je hoe charmant. En, zo een... Nou, echt waar. Dat jij nog speelt in Utrecht. Maar hoe is dat eigenlijk? Hebben jullie meer lol met z'n vieren? Of vind je het leuk om in je eentje op het podium te staan? Die vraag krijg ik vaak. En het beste antwoord dat ik kan geven is beide. Je speelt een heel seizoen. 70, 80, 90 keer je eigen show in het hele land. Ja. En dan weet je, aan het eind van het seizoen ga ik nog 2, 3, 4, 5 keer met mijn broer spelen. Samen is een andere dynamiek, maar het past perfect in het hele jaar. Is dat een soort bonte avond? Eigenlijk aan het eind is bijna die kers op die taart. Zo van, dit doe ik. Want lach je zelf meer tijdens zo'n avond dat je met z'n vieren? Met 4 comedians en 4... Soms ben ik schor
tijdens de show, omdat ik die middag in de kleedkamer en bij de repetities alleen maar op de grond heb gelegen van het lachen. Nee, maar ik denk ook wat mensen leuk vinden als mensen onze show kijken, als ze naar de show komen, is wat ze vaak zeggen, is de lol die jullie onder elkaar hebben. Ja. Dat is, want het is niet zo heel moeilijk, hè? Het is gewoon plezier hebben met elkaar, dat straal je uit. En dan, dat vinden mensen gewoon leuk om naar te kijken. De lol die je hebt, oké, leuk, jullie zijn grappig. En dan komen die stand-up stukjes, maar vooral samen. Die lol en ook die dames, en dan zijn ze verkleed als dames. Het zijn echt hele lelijke dames, je kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar dan denk je, oh, maar ze nemen zichzelf op de hak. Weet je, vinden mensen leuk om naar te kijken. En hoe lang gaat de Caribbean Combo nog door? Zolang wij vrienden zijn, dus eigenlijk oneindig. Oh. Ja. Het is geen boyband die bij elkaar is gezet. Dat er eentje we waren allemaal eerst vrienden. En toen heeft iemand, Murt, kwam met het idee van, maar als we samen zijn, hebben we zoveel lol. Waarom doen we niet één keer in het jaar of zo? Maar toen dachten we, ja, laten we dat doen. En zo is het ontstaan. Ja. En binnenkort dus in Ahoy Rotterdam. Ahoy! Er zijn nog kaarten. Caribbeancombo.nl voor 28 juni. Ja. Succes, heren. Dankjewel. Dankjewel. En vandaag houden we het niet droog. Dat heeft niks met deze heren te maken, maar gewoon met de regen. De temperatuur komt niet boven de 18 graden. Een koude douche dus voor onze weerhaan Willem. We zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Dank jullie wel. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. Een spannende dag voor onze Oranje Leeuwinnen. Vanmiddag om 3:00 spelen ze de eerste wedstrijd van het WK in het Franse Le Havre tegen Nieuw-Zeeland. We gaan de wedstrijd voorbeschouwen met Eva van Deurze en Jennifer Vreugdeheel van Jong Oranje. En we praten met onze verslaggever Hidde van Warmerdam in Frankrijk. Wat denken jullie? Wat wordt de winst voor vanavond? Nederland pakt de winst. Ja? En hebben we al een inschatting met hoeveel? Oeh, nou, ik denk wel 3-4-0 hoor. 3-4-0, ja, schrijven we op. Ja. En Jandino Asparate en Roué Verveer zijn bij ons in de studio van het Caribbean Combo. Wegens groot succes komen ze eind van de maand samen met Murt Mossel en Howard Komproe. Dat kwam een moeilijkheid, hè? Ja. Met een extra show in Rotterdam Ahoy. Heren, vrouwenvoetbal of herenvoetbal? Vrouwenvoetbal. Ja? Ja, zeker. Weet je, ik ben Feyenoord, dat weet iedereen. Maar ik heb vorige keer... Dan snap ik dat je wel vrouwenvoetbal bent. Nee. Oh. Ik zei het niet al deze keer. We hebben geen vrouwenvoetbal. Maar ik heb vorige keer beelden gezien van Ajax-dames. Maar ze waren niet eens aan het voetballen. Ze stonden op het veld. En iemand liep langs de achterkant. Dacht ik, is toch wel goed. Wat goed in de Amsterdam. Is toch wel een paar goede dingen. Wat gaat er boek in? Ik heb dat ik moet zeggen dit. Hij maakt niet uit. Het bleef ook even net te lang stil. Mag je dat niet zeggen? Dat kan je niet hoor. Ja, mag niet? Nou ja, ik vond het. Hij had het heel professioneel gebouwd. Goed, de grote pinstoring lijkt eindelijk voorbij. Gisteren stroomden duizenden meldingen binnen van mensen die niet konden pinnen. Bij supermarkten ontstonden flinke rijen voor de kassa's waar alleen met cash betaald kon worden. En de stichting Strijd tegen Kindermisbruik eist dat een handboek voor pedofielen wordt verboden. Op internet is momenteel informatie te vinden met aanwijzingen om kinderen ongezien te misbruiken. Sinds zijn dochter de eerste 3 jaar van haar leven door hun buurman werd misbruikt, doet Marcel Jeninga er alles aan om te voorkomen dat ook andere kinderen slachtoffer worden. Eerder vanmorgen vroegen we aan hem welke stappen de stichting gaat nemen. Wij als stichting Strijd tegen Misbruik willen stappen ondernemen tegen het 100 pagina's pedo-handboek te verbieden. Wij zijn van plan om aangifte te doen tegen deze handboek. En wij hebben de Kamerleden al benaderd dat we actie onder willen nemen. En waarom moet je actie ondernemen? Want is het eigenlijk sowieso niet strafbaar, dit handboek? Nee, het handboek... Je kunt gewoon via internet gewoon downloaden en dat is het handboek geeft aan tips en tricks en het verheerlijken hoe je kinderen kunt misbruiken. En dat moet gewoon verboden worden, want het handboek lijkt heel veel op Vereniging Martijn wat wij verboden hebben gekregen. En stappen jullie hier uiteindelijk ook mee naar de rechter? Wij
We zijn van plan om aangifte te doen. Ja. En dat gaat zeker bij de rechter komen. Als de kabinet niks onderneemt. Vanmiddag is het zover, dan trappen de Oranje Leeuwinnen af voor een eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk. Ze zitten in een pool met Cameroen, Canada en Nieuw-Zeeland. En onze collega's Heer van Warmerdam en Diana Kuip zijn in Le Havre. Heer en dames, zijn de Leeuwinnen er klaar voor? Boah, wat een rotvraag. Ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn ze er klaar voor. Wat denk jij nou? Nee, ze zijn er absoluut klaar voor. Ze zijn getergd. En misschien wel het mooiste verhaal van dit WK, Diana, is het verhaal van Kika van S. De linksback waarvan wij dachten, we gaan het nooit over de linksback van het Nederlands vrouwenelftal hebben. Maar het gaat er eigenlijk al 3 weken over. Het verhaal is dat haar hand, middenhandsbeentje, was gebroken. En het was maar de vraag of ze op tijd zou herstellen. 4 jaar geleden miste ze het WK ook al. Maar er zit veel meer achter. Klopt, ja, ze komt niet alleen van heel ver na een hele zware blessure, waardoor ze het vorige toernooi moest missen. Maar zij ze had vroeger een alter ego, die heette Randy. En dat was een jongetje en die had ze in het leven geroepen omdat ze gewoon echt heel graag wilde voetballen. En het is natuurlijk nog niet zo lang geleden dat dat gewoon niet voor meisjes was. Dus Kika had een droom en schoor haar haar kort. Kocht van haar eerste zakgeld boxershorts en wilde gewoon een jongetje zijn. En op die manier heeft zij leren voetballen. Gewoon tussen de jongetjes doen alsof ze een jongetje was. Ze is zelfs gescout door PSV en andere profclubs als jongetje. Uiteindelijk kwamen ze erachter dat ze een meisje was, dus toen viel ze af. Maar om even aan te geven hoe ver dit meisje komt en hoe groot die droom is. En het lijkt erop, we weten eigenlijk wel zeker dat ze vandaag toch kan spelen. Gisteren zei de bondscoach van ze is speelklaar. Ze wilde nog niet antwoorden van stel je er ook op, maar we gaan ervan uit dat ze dat wel doet. En zij tweette vandaag ook waarin ze haar alter ego aansprak. Zegt ze, Randy, wij komen van ver, vandaag is onze dag. En ja, dus als je het iemand gunt, dan is dat zo'n meisje. En het gaat dan niet per se om winnen of verliezen, maar gewoon dat je daar staat en dat je op zo'n toernooi een keer kan laten zien wat je kan. Dus let op de linksback van Oranje, Kika. Ja, er is veel veranderd in al die jaren. We hebben het daadwerkelijk over de linksback van Oranje. Dat is toch ook wel een fenomeen, hè? Gisteren op de persconferentie. 12 cameraploegen, waarvan 2 buitenlands en 10 Nederlands. Ja. Komt ook omdat er natuurlijk nog niet veel is gebeurd bij Oranje. Voor de rest is iedereen topfit. Er zijn geen ruzies, er zijn geen vervelende dingen gebeurd. Dus we focussen allemaal extreem op dat middencootje, beentje, hoe heet dat? Middenhandsbeentje van Kieke van Es. We zitten er allemaal op gefocust en wij dus ook. Maar wel terecht, omdat er gewoon een bijzonder verhaal achter zit. Nou, het kleurt hier in Le Havre, dames en heren, langzaam oranje. U ziet hier niks van, want we hebben echt een verschrikking van een parkeerplaats uitgekozen. Maar het wordt langzaam meer oranje. Er zijn 12.500 kaarten verkocht, waarvan waarschijnlijk 10.000 oranje wordt hier gezegd. Nou ja, dus nog even afwachten of dat zo is. Maar om 3 uur, Nieuw-Zeeland is de tegenstander. Oprollen, zei Diana eerder. Ja, oprollen is het advies. Moet kunnen. Nieuw-Zeeland is een ploeg die we gewoon moeten kunnen hebben. Dus ik kijk ernaar uit. Mooi zo. Ciao. Hidde en Diana, dankjewel. Jullie blijven het volgen daar in Frankrijk. We praten natuurlijk verder met Eva van Deursen, middenvelder. En Jennifer Vreugdeheel, keeper van Jong Oranje. Bijzonder verhaal van Kika. Ja. Hoe was dat voor jullie toen jullie nog kleine meisjes waren? Deed je dat ook? Schoor je haar af en wilde je een jongetje zijn? Nou ja, bij mij, ik had wel een soort van hetzelfde. Ik wilde graag bij Feyenoord voetballen. En dat kon niet als meisje. Dus ik heb ook gekozen voor kort haar. En, want ik wilde graag bij Feyenoord voetballen. En uiteindelijk werd ik ook gescout door de KNVB als jongen. Maar ja, toen moest ik ook vertellen natuurlijk dat ik een meisje was. En uiteindelijk ben ik wel in het KNVB-traject gekomen en gebleven. Maar ze hadden dus jou dus gewoon gescout in het jongensteam. Ze dachten, dat gastje dat moeten we hebben. Ja, want ik speelde tussen de jongens. Ik was als enige tussen de jongens. En ze dachten, nou, die keeper, dat ventje, dat moeten we hebben. Maar ja, ik was geen ventje. Wauw, wat bijzonder. Dus, en hoe blijf je eigenlijk volhouden? Want tot voorheen was het eigenlijk heel lastig om hiervan je werk te maken. Om hier uiteindelijk van te kunnen leven. Yeah. Hoe blijf je dan volhouden? Het plezier. Dat is echt de grootste drijfveer voor mij althans. Ja, dat is... Ja, zo blijf je het volhouden en zo blijf je doorgaan. Uiteindelijk wordt die droom dan werkelijkheid. Want hoe zit dat qua geld? Er is natuurlijk die discussie geweest dat het gelijk getrokken moet worden. Maar dat is mijn vraag niet. Mijn vraag is,
Ik hoorde jou vertellen dat je nog een baan naast je voetbalcarrière erbij had. Ja, ik voetbalde bij ADO Den Haag. En het was inderdaad dan zakgeld wat we kregen. En vond ik al leuk, want ik wilde graag voetballen. Maar daarvoor moest ik wel iedere dag gewoon van 7:30 tot 3:00 werken. Gelukkig, mijn werkgever die steunde me in wat ik deed. Dus werkte ik 28 uur in de week. En daarnaast ging ik iedere dag reed ik naar Den Haag om te gaan trainen. Maar ja, was ik wel gewoon 12 uur per dag was ik van huis. Ja, en op een gegeven moment had je eigenlijk besloten om te stoppen. Ja, ik zou gaan stoppen omdat ik graag verder wilde in mijn maatschappelijke carrière. Natuurlijk ook omdat je een keer op eigen benen wilt staan. Ja. En moet staan ook. Dus dacht ik van, het is goed zo. En ik dacht, ik kom niet verder. Ik wilde graag naar Oranje. Nou ja, dat is alle jeugdteams heb ik doorlopen, maar het echte Oranje, dat zit er niet in. Toen kwam Valencia kijken. Vanmiddag 3:00 is die wedstrijd. Nieuw-Zeeland, ik hoorde jullie net 3-0, 4-0 zeggen. Is de hele pool kat in bakkie? Nee, denk ik niet. Nou, Nieuw-Zeeland, ik heb zelf tegen Nieuw-Zeeland gespeeld voor afgelopen zomer met onder 20. Toen was het een vrij fysieke ploeg. En ik denk dat wij met onze voetballende kwaliteiten daar wel onderuit kunnen voetballen. Dus, vanmiddag gaan we winnen. Die hebben we alvast opgeschreven. Maar Cameroen en Canada? Canada is denk ik de lastigste tegenstander, omdat die ook voetballend ook goed zijn. En Cameroen ken ik zelf niet heel erg goed. Maar als ik ze zo gisteren zag, zijn ze denk ik vooral gevaarlijk in de counter. En met wat snelle meiden voorin. Dus kan ook een gevaarlijke zijn. Ja, en wat zou het fantastisch zijn als de Oranje Leeuwinnen de wereldbeker binnen zouden slepen. En ze net als in 2017 met hun Europese titel het hele land opnieuw op zijn kop gaan zetten. Ja, hoe merken jullie eigenlijk dat sinds dit moment het vrouwenvoetbal op de kaart staat? Ja, ik denk inderdaad door de acties die er lopen. De meiden die krijgen steeds meer bekendheid. Lieke, Janice worden allemaal eigenlijk al op straat herkend. Dus, en dat is met behulp van de acties wordt het alleen maar meer, denk ik. Gaat het ook meer druk leveren op de meiden? Gaat het invloed hebben op hun spel? Nee, ik denk inderdaad wat zij al zei, de meiden zijn vrij nuchter. Dus ik denk dat ze eigenlijk op het veld, zodra ze op het veld zijn, dat ze het wel kunnen uitschakelen. En dat ze dan alleen nog maar gefocust zijn op dat voetballen. Want dat zijn we allemaal eigenlijk. Je noemt net Janice, we moeten het nog even over haar kapsel hebben. Ja, ik vind het wel gewaagd. Ja. Zij kan het ook hebben. Ja, ze kan het ook hebben. Goed. Wat vinden jullie van de heren? Ik ben een groot fan van Janice. Ja. Maar dit kapsel ook? Dus, alles wat ze doet, het past bij haar. Zij kan het hebben. Mijn kapsel past bij mij. En jouw kapsel past bij jou. Bij mij zou het alleen maar aan de zijkant kunnen, want boven groeit niks. Maar hier zo hangt een beetje. Dat zou luipaard. Luipaard pakken. Ik ben er jaloers op. Ja. Zou Judeska mee kunnen doen met voetbal? Iedereen. Ik ben aan het wachten tot de bondscoach Judeska selecteert. Als wat? Als mental coach. Klaar. Nee, het zou wat zijn. Laat me zeggen, in deze tijd van gelijkheid, laten we de salaris van de dames en de heren samentrekken. Maar laten we ook alle genders ook meespelen. Laat Judeska meespelen. In de vrouwenteam. Wat voor gender is Judeska? Niemand weet het. Ze was er opeens. Zouden jullie dat willen, Judeska erbij in het team? Nou, misschien als scheidsrechter. Klaar! Kaart iedereen, jouw moeder. Iedereen naar huis, klaar. Jullie hebben gewonnen, klaar. Judeska. En dan moet er nog gespeeld worden, jullie hebben gewonnen. Laten we het even teruggaan naar de beiden die het echt strakjes moeten doen. Wanneer hopen jullie zelf op een EK of WK te staan? Het grootste doel is toch denk ik EK 2021. Ja? En voor jou? Ja, voor mij denk ik ook, ja. Ja, jij was eigenlijk al voor dit, zat je heel hoog er tegenaan. Ja, er tegenaan, net niet gehaald helaas. Maar ik hoop inderdaad het volgende EK om er dan ook te mogen staan of erbij te mogen zijn. Dankjewel meiden. Graag gedaan. Sandra Eeman heeft er geen goed woord voor over. Ze ging naar de gemeente Venlo voor een nieuw paspoort met een oude pasfoto waarop ze nog haar had. Omdat ze borstkanker heeft en daardoor nu kaal is, wilde ze geen nieuwe foto laten maken. Maar die oude werd dus geweigerd. Bij de gemeente aangekomen gaf ik mijn pasfoto af aan de ambtenaar. Maar hij vond dat mijn pasfoto niet leek op wie ik was en wilde mij geen paspoort geven. 10 jaar lang word je elke keer als je in je paspoort kijkt weer eraan herinnert aan een periode in je leven waar je eigenlijk misschien helemaal niet aan terug wil denken.
De Boskoopse familie Grootendorst leeft als vikingfamilie. Broederschap, trouw en saamhorigheid staan hoog in het vaandel. Ze doen het overigens niet dagelijks, alleen in de vakanties. En dan zijn ze in het Archeon te bewonderen. Voor mij betekent het heel vrolijk zijn naar anderen. En dat je heel veel familieleden hebt in plaats van een paar. Want je bent met iedereen bevriend en je doet alles. Dit is de tent zoals wij die opzetten en waar wij in slapen en wonen. Bij slecht weer trek je je terug. En bij mooi weer ben je buiten en gebruik je het eigenlijk alleen om te slapen. Ja, moet er dan ook nog een Caribisch hoekje komen daar in het archief? Hij zegt ook net, er zitten daar geen donkere mensen. Nee, maar het is maar wel. Die kamperen ook niet. Ja. Niet, nee. Het is niet bekend. Het is niet ons ding. Nee. Nee, maar bij de Antilliaanse feesten, dus in België, dan heb je daar wel. Dan komen al die wereldsterren, al die Latijnse sterren. En iedereen gaat dan kamperen. Dus het is wel zo. Maar ik denk dat het meer te maken heeft met het koud, grauwe weer af en toe, weet je wel. Dus dat vinden we niet erg fijn. Maar op Curaçao kampeer ik altijd op het strand in de weekend. Altijd. Nee, altijd het weekend gingen wij kamperen. Maar dat deden wij heel vaak. Je kijkt me heel raar aan. Oh, je praat alsof je het nog doet, ik weet het. Nee. Dit weekend nog. Dat was armoede. Maar het was eigenlijk ook weer rijkdom. Gewoon kamperen, 's ochtends opstaan, vissen, barbecue, dat was je ontbijt. Heerlijk. Dan gaan we nu naar de 72-jarige Kees van Lid uit Zevenhoven. Hij heeft naast een oude kaartjesautomaat, jassen en kniptangen ook hele bussen in zijn mini-museum staan. Drie ooms die reden bij de NAL als chauffeur. En dan ging ik uit school, ging ik heel vaak mee. En dan ging ik in Woerden of in Leiden, ging ik op het station. Ja, ging de oude scheurkaartjes oprapen. En zo is mijn verzameling begonnen. Schitterend. De hele verzameling is te zien in onze app. Ja. Alles in de app. Die bussen, alles. Ik krijg alles in de app. Een heel grote app. Een hele kleine bus. De app. Ook in onze app. De Caribbean Combo. In comedy en cabaretgezelschap met Jandino Asparaat, Mirth Mossel, Roé Verveer en Howard Komproem. In 2010 speelden zij hun eerste voorstelling Daar zal je ze hebben. En na een uitverkochte show op zaterdag 29 juni komen de mannen met een extra show op vrijdag 28 juni in Rotterdam. Ahoy. Je bent gewoon aan het knabbelen aan een stukje chocolade. Je bent aan het knabbelen. Als je wil, ik heb een lange chocolade voor jou. Sowieso. Echt waar. Sinterklaas is weg, want ik heb een lange letter voor jou. Want je weet, ze noemen mij ook Piet. Maar ik ben een speciale Piet. Best Piet, jongen. Je kan er niet meer naar kijken, hè? Hé, het is mijn moeder kijkt deze show ook. Jij hebt die grappen bedacht. Ja. Je weet het schaamelijk. Dit is, was dat een prestatie. Mensen hebben gelachen, mensen hebben leuke lijst. Onji, je weet ja, Onji is. Onji is zo. Onji zegt dit soort dingen. Maar ja, we zijn wel enorm trots dat we in... dit is voor ons dan weer de zesde keer in Ahoy. Ja. Dat is heel bijzonder. Voor jou, thuiswedstrijd. Het voelt wel. Ik reed vroeger, ik weet nog mijn allereerste keer in Ahoy. Dat was heel emotioneel, want ik zat daar 3 minuten vandaan op school. Zuiderpark College. En we reden altijd met de bus, gingen een rondje maken langs het plein. En dan gingen we dan naar huis, richting IJsselmonde. En ik vroeg me altijd af, zou Whitney Houston nu daar binnen zijn? Of Michael Jackson? Ik probeerde me altijd voor te stellen, wie is daar binnen? En op een gegeven moment dan voor elkaar te krijgen dat wij dan daar mogen staan. Dat is wel heel, was echt een jongensdroom. Ja. En hoe bereid je eigenlijk voor op die dagen die gaan komen? Is het ook echt topsport? Ben je daar dagen van tevoren echt mee bezig? Zit je dan een grappen te oefenen in je hoofd? Ja. Ik ben gisteravond bijvoorbeeld, een groepsapp. We hebben een groepsapp en om een uur of hoe laat? Wil je daarin zitten? Je wil erin zitten. Iedereen wil erin zitten. Maar het moet niet gekraakt worden. Als dit lekt, dan maar... Geheimen, staatsgeheimen, alles zit in. Maar hoe laat? 11:30 of zo? 11:30. Gooide ik ineens, had ik een ingeving. En dan gooi ik het in de app van, hey boys, ik zit te denken. Wat als... En dan krijg ik reacties. Hey, ja man, laten we daarover verder. Dus je bent wel... Of van, alsjeblieft, ga slapen. Ik probeer te rusten. Ja. Nee, maar dat. En we beginnen... overmorgen beginnen we al met de danslessen. En we hebben dan... Jullie gaan grappen maken, toch? Nee, maar we hebben een enorme... Kijk. Het is een grote show. Het is een stand-up show. Er komen gewoon duizenden mensen daar. Hè? Dus dat betekent, we hebben een enorm decor. We hebben dansles, we hebben vuurwerk, we hebben dansers. Dus als we de show openen... Kijk, anders moet je het gewoon alleen maar doen in een kleine zaal.
En dan kan je het klein houden. Maar als je Ahoy doet, mensen betalen daar goed geld voor. Nou, dan moet je ze ook echt alles geven. Dus het is entertainment, entertainment, entertainment. Wat is dan leuker, zo'n kleine zaal of Ahoy? Ahoy, nee, kleine zaal is intiemer. Maar dit is echt, dit is iets wat je mee moet maken. Dit doe je trouwens, moet ik ook erbij zeggen. Dit doe je niet voor het geld. Want eigenlijk, als we dan vier keer luxer doen, of zijn pleintheater zelf, hou je veel meer over. Omdat zo'n grote tent kost heel veel geld. Echt waar? Of tenminste, ik als leek denk gewoon, maar ze doen zo'n grote hut. Want dan is het in één keer heel veel cash. Nee. Het is als ik op dat decor alleen wat je in zo'n zaal moet plaatsen. Ja. In een normaal theater, dan is er al een podium. Ja. En dan doe je vier muurtjes met iets, karton of ik veel. Ja. Nu moet je echt een groot podium gaan en dan haal je het eruit omdat je dan ongeveer 160 keer per jaar speelt met diezelfde decor. Ja. Nu doe je het alleen maar twee keer en het is eigenlijk, ja, 1000 euro's is eigenlijk weg. Maar waarom doe je het dan? Omdat het iets bijzonders is om te mogen doen met, laat me zeggen, in een zaal met 10.000 man. Met elkaar, voor ons heel bijzonder, voor het publiek is het heel bijzonder. En dan denk je, nou, je geeft eigenlijk gewoon terug. Tuurlijk is het ego-strelend dat we nou in een hooi mogen staan. Maar je geeft wel iets terug aan de mensen. Mensen denken, nou, ik heb Caribbean Combo toen. Maar hoe maak je contact met die mensen? Want je bent daar met zoveel. Hoe... Ja. Ik neem iedereen's nummer en dan gewoon appen. Ja. Dat ben ik, de vrouw van. Maar, nee, hoe maak je contact met je publiek? Want... Het ziet er moeilijker uit dan het is. Ik weet nog, toen we Gabbers gingen doen in Sigurdome. Ja. Die week ervoor ging ik Doe Maar kijken. Zat ik in het publiek, dacht ik, dus volgende week sta ik hier. Oh shit. Die week daarop stond ik aan de andere kant, 's middags met lege stoelen. En dan dacht ik, het is best klein. Ja. Ongelooflijk hoe zo'n zaal gebouwd is. Het is wel gebouwd. Dus het valt mee. Iedereen kijkt naar jou. En wat je zei al, als jij blijft spelen zoals je speelt, gaan mensen gefocust naar je kijken. Ga je groot spelen, dan denken mensen, oh, hij komt toch naar me toe. Ja. Dus ja, klein en dan komt het vanzelf naar je toe. Laten we even kijken hoe jij dat doet. Puber is net zo Nederlands als ADHD. ADHD is Nederlands. Ik ben in Suriname opgegroeid. Ik ben nog steeds 3-4 keer per jaar in Suriname. Er is nog nooit één geval van ADHD geconstateerd in Suriname. Dat bestaat daar niet. ADHD is Nederlands. In Suriname zeggen we, hij is druk. Je maakt natuurlijk ook veel grappen over, over je afkomst en waar je vandaan komt. Het heet het Caribbean Combo. Ja. Laatst was ik bij Theo Maas. Er zaten alleen maar blanke mensen. Is bij jullie het publiek meer gemêleerd? Ja. Nou, eigenlijk wat je bij ons hebt. En dat is één ding wat als je Theo vraagt, zal die ook zeggen. Daar is die klein beetje jaloers op. Is dat wij hebben Nederland in de zaal. Hè? En ik weet niet waarom mensen naar Theo Maassen niet gaan. Verschillende culturen. Wij gaan wel naar Theo Maassen. Maar wij hebben het geluk. Zitten Nederlandse Turken, Nederlandse Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Molukkers. Alles zit daar. En het is zo mooi. En je lacht uiteindelijk. Kijk, want het lijkt over, oh, je maakt grappen over Surinamers. Wat dan ook. Nee, maar je maakt grappen over het dagelijks leven. Jij hebt over eigenlijk hoe kinderen zijn, ADHD. En wij herkennen dat. Het is heel veel herkenning. Dus het is eigenlijk supermooi dat wij dat kunnen en dat die mensen ook komen naar de show. De hoofddoekjes, geen doekjes, weinig kleding, veel kleding. Alles zit er in de zaal. Strakke kleding. Ja, te strakke kleding. Je kan je ogen uitkijken. Ik niet, ik ben het werk. Oh, je bent het werk. We hebben nog een fragmentje van de Caribbean Combo. Begin met de eerste vraag en stel hem maar aan naar die Roy. Wat zijn beste eigenschappen? Nou, een leuke vraag. Mijn beste eigenschappen zijn, ik ben heel empathisch. Ik kan me heel goed verplaatsen in een ander. Ik ben altijd heel meegaand. En ik ben ook heel discreet. Dat is heel belangrijk in dit vak, dat je heel discreet kan zijn. Als ik een geheim weet, zal ik dat nooit doorvertellen. Ja, bijvoorbeeld, laatst vertelde een van de J's mij dat hij die twee andere J's had betrapt in de kleedkamer toen ze aan de tongen waren. Ik zal dat nooit doorvertellen, nooit. Wat happens in Volendam, stays in Volendam. Oh, wat leuk. Zagen we daar die Hindoestaanse vrouwen? Ja, zag je hoe charmant. Zo een... Nou, echt waar. Dat jij nog speelt in Utrecht. Maar hoe is dat eigenlijk? Hebben jullie meer lol met z'n vieren? Of vind je het leuk om in je eentje op het podium te staan? Die vraag krijg ik vaak. En het beste antwoord dat ik kan geven is beide. Je speelt een heel seizoen. 70, 80, 90 keer je eigen show in het hele land. Ja. En dan weet je, aan het eind van het seizoen ga ik nog 2, 3, 4, 5 keer met mijn broer spelen. Samen is een andere dynamiek, maar het past perfect in het hele jaar. Is dat een soort bonte avond?
eigenlijk aan het eind, is bijna die kers op die taart. Zo van, dit ja, doe want, ik. Want lag dan... je zelf meer tijdens zo'n avond dat je, ja, je bent met z'n vieren? Ik ben vier comedians en vier... Het is, soms ben ik schor tijdens de show, omdat ik die middag in de kleedkamer en bij de repetities alleen maar op de grond heb gelegen van het lachen. Nee, maar ik denk ook wat mensen leuk vinden als mensen onze show kijken, als ze naar de show komen, is wat ze vaak zeggen, is de lol die jullie onder elkaar hebben. Ja. Dat is, want het is niet zo heel moeilijk, hè? Het is gewoon plezier hebben met elkaar, dat straal je uit. En dan, dat vinden mensen gewoon leuk om naar te kijken. De lol die je hebt, oké, leuk, jullie zijn grappig en dan komen die stand-up stukjes, maar vooral samen, die lol en ook bijvoorbeeld die dames, en dan zijn ze verkleed als dames. Het zijn echt hele lelijke dames, je kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar dan denk je, oh, maar ze nemen zichzelf op de hak, weet je, vinden mensen leuk om naar te kijken. En hoe lang gaat de Caribbean Combo nog door? Zolang wij vrienden zijn, dus eigenlijk oneindig. Oh. Ja. Het is geen boyband die bij elkaar is gezet. Dat er we waren uiteindelijk allemaal eerst vrienden en toen heeft iemand, Murt, kwam met het idee van, maar als we samen zijn en we hebben zoveel lol, waarom doen we niet één keer in het jaar of zo? Maar toen dachten we, ja, laten we dat doen. En zo is het ontstaan. Ja. En binnenkort dus in Ahoy Rotterdam. Ahoy! Er zijn nog kaarten, caribbeancombo.nl voor 28 juni. Ja. Succes, heren. Dankjewel. Dankjewel. En vandaag houden we het niet droog. Dat heeft niks met deze heren te maken, maar gewoon met de regen. De temperatuur komt niet boven de 18 graden. Een koude douche dus voor onze weerhaan Willem. We zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Dank jullie wel, alle vier. Graag gedaan. Graag gedaan, dank u wel. We'll be right back.